En dat eeuwige gepraat over die Marokkanen-uitspraak, ja, dat vind ik nou juist een voorbeeld van. Die uitspraken ook over tribunalen, dat zijn eigenlijk uitspraken van geradicaliseerde mensen die geradicaliseerd zijn, precies omdat ze geïsoleerd zijn. Dus omdat er eigenlijk helemaal niks gebeurd is op het thema migratie en integratie, hebben mensen het idee gekregen, hey, wordt niet maar geluisterd. Maar hoe moet een oorlog anders ooit stoppen als je niet eens gelooft in dat er concessies worden gedaan? Nou, de Tweede Wereldoorlog, hoe is die geëindigd? Ja, maar dan vergelijk je Rusland gewoon met de nazi's. Natuurlijk vergelijk ik Rusland nu met de nazi's. Ja. Wat bij Epstein ook nog weer belangrijk was, hij was niet alleen zeg maar, de pooier voor de rijken, maar hij had zijn clubs ook zo dat alles werd gedocumenteerd, dus ook chantabel gemaakt. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en het is tijd voor het nieuws van de week van zondag 7 januari. En vandaag zitten we bij mij aan tafel Siebe Schaap, Jelle van Baardenwijk en Anne van der Meer. Heren, welkom. Ad is er vandaag niet, die zit nog lekker in waar zat die, Praag. Jelle is er gewoon. Jelle en ik hadden vandaag allebei een leuke gast. We dachten, nou, laten we het gewoon met z'n vieren doen. Siebe, jij verdient nauwelijks, of jij behoeft nauwelijks nog introductie. Je bent een aantal keer geweest. Ja. Maar ik noem toch nog even je wapenfeiten. Je bent eigenlijk filosoof, gehabiliteerd filosoof zelfs. Maar je hebt ook met je poten letterlijk in de klei gestaan. Je hebt geboerd, maar je bent ook senator geweest. En dijkgraaf, dus je hebt een hele brede levenservaring. En we gaan vandaag uiteraard over zaken als de formatie in Oekraïne hebben. Dus we zijn er blij dat jij aan tafel zit. En Anne, jij bent verslavingsarts. Jij bent voor de oplettende kijker ook niet helemaal een nieuw gezicht. Want jij bent hier in de COVID-tijd een keer geweest. Ja. Dat is niet toevallig, want jij bent als arts vooral gespecialiseerd, gepromoveerd op immunologie. Mm-hmm. En hebt een brede interesse in, je bent ook ondernemer geweest in alles wat met de toekomst te maken heeft. Dus daar gaan we het vandaag ook over hebben. Leuk dat je ook, aanschuift. Ja. Maar wij beginnen altijd bij lief en leed. Deze week hebben we toch wel iets bijzonders te melden, Jelle. Nou ja, iets bijzonders. Het zijn de 12 heilige dagen. Dus sinds kerstmis zit ik eigenlijk al in een andere sfeer. En die hebben we hier vaker ook benoemd. Een van bezinning en veel familiebezoek. En hoogtepunt was ook om samen met jou oudjaar te vieren. Zeker. In Amersfoort. En daar werd gewoon volop geknald. Dus, we hebben het vorige week over vuurwerk gehad. Ja, tot onze vreugde. En, mijn zoontje heeft er erg van genoten. Mijn dochter trouwens ook later op de avond. Dus ja. Na ene was dat al. En dat was best wel spannend. En leuk. En toen ben ik op vakantie gegaan. En naar de Veluwe. En toen gingen we een dag wat leuks doen. Namelijk naar het Nederlands Historisch Museum. Dat is een Nederlands openluchtmuseum, moet ik zeggen. En dat is in Arnhem. Daar zijn allemaal gebouwen uit Nederland nagebouwd. En ik kom zo meteen op de pointe van wat er zo mooi was deze week. Maar... en onder andere een ziekenhuisje uit de jaren 50 en een schooltje echt teruggaan tot de 17e eeuw. Die zijn allemaal in dat openluchtmuseum. Ben je wel eens geweest, Siebe? Nee. Nee, is in Arnhem. Zeer aan te bevelen. En onder andere ook een schooltje nagebouwd is. En dat is een soort oerschooltje. En ik vond het heel ontroerend. En ik kwam heel dicht bij de historische sensatie. Bij een oud ziekenhuis kreeg je bijvoorbeeld ook levertraan te proeven. Nu slikken kinderen vitamine D, maar toen was een soort dus vissig, vies spulletje. Dus dat was echt geschiedenis. En ze hadden ook een enorme afdeling met de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Uiteraard ook met een wel heel grote zaal voor Anton de Kom, maar niettemin mooi. Echt een geweldig museum, dus enorm van genoten. En er was ook een bierbrouwer. En ik deed zo, die bierbrouwerij was ook nagebouwd. En ik kwam daar zo binnen, en ook een beetje zo van de vader heeft nu al ook even zin om wat te doen, alles met die kinderen. Dus ik verheugde me erg op die tap. En toen kwam dus die bierbrouwer naar me toe lopen. Die zei, hey Jelle, ik heb gisteren nog naar de oudejaarsuitzending zitten kijken. Wat geweldig man, dat jullie nu 100.000 leden hebben. Ah, daar is nou, kijk. Ja. En dat is toch mooi, hè? Dat je dan gewoon in Arnhem bent en dan die herkenning hebt. En hij keek me zo even aan en wel zo'n wisseling. En ik kreeg meteen van hem een korte cursus bierbrouwen. Nou, hij kende me natuurlijk van YouTube, dus hij wist van, ik kan Jelle wat uitleggen. Dus dat was het risico op mansplaining. Maar nee, ik heb allemaal nieuwe dingen geleerd. Bijvoorbeeld bier moet je ongeveer drinken op de temperatuur van het alcoholpercentage. Dus daar heb ik genoten van een chocomout.
was geloof ik 9%, dus dat moest wat warmer zijn dan die het serveerde. Maar daar verexcuseerde hij zich ook voor. En het was al met al een hele leuke middag met dus een biertje. Maar waarom ik dit allemaal vertel, is om te vertellen dat ik een leuke vakantie heb gehad. En dat jullie naar het museum moeten. Maar dat het ook geweldig is dat we zoveel leden hebben. Ja. En dat mensen ons gesteund hebben. Abonnees bedoel je? Ja, abonnees, ja. Dus dat zijn mensen die gewoon ingelogd zijn met hun Google-account op YouTube. En dat helpt ons, want nu zijn we over een magische grens heen. Die ook gewoon door YouTube zo gedefinieerd is als dat er allerlei extra mogelijkheden bij komen. Onder andere dat mensen veel gemakkelijker op ons kanaal komen. En dat is gewoon super. Daarbij ook heel erg veel dank voor de steun van de oudejaarsactie. En het lid worden van Petje Af, dat is toch echt... Ja, we zijn heel blij dat we die doelen hebben gehaald. Dat we dit jaar dus dingen kunnen gaan maken zoals we dat vorig jaar ook hebben gedaan. We zijn al volop bezig. En ja, dat was toch ook spannend, want we hebben dat geld nodig. En dat is dus gelukt. Ja. Dus dank voor de kijker. En groet aan de bierbrouwer. Want dat was een leuke middag. Ja. Ja, mooi. Ja, ook namens mij hartelijk dank. Dit is 100.000. Het voelt nu echt alsof we er een beetje bij horen op YouTube. En zo ziet het YouTube-algoritme dat ook. Dus vanaf nu kunnen we nog bredere commentaar in de commentaarsectie ook verwachten. Meer brede discussie en misschien ook wel meer maatschappelijke relevantie. Ja. Dus in die zin begint het nieuwe jaar mooi. Ja, laat even weten of jullie het Nederlands Openluchtmuseum kenden. Ja, ik ken het. Het is ook heel druk, joh. Ik ben daar vroeger wel eens geweest, maar het was een regenachtige dag. Het was helemaal afgeladen, dus dat was heel voelde heel goed. Ja. Dus het anders dan een moderne kunstmuseum. Mooi. Even met betrekking tot dat vuurwerk, hè, daar hebben we het natuurlijk met Ad vorige week uitgebreid over gehad. Wij hebben toen eigenlijk meer de nostalgische rituele waarde van het knallen met z'n allen hebben een beetje besproken. Dat het toch wel een ritueel is waarmee je de overgang van het oude naar het nieuwe jaar markeert, enzovoorts. De nieuwste volgende dag is dan vervolgens toch... het was weer een onrustige nacht. Er kwamen allerlei dimensies van die nieuwjaarsviering naar boven die wij eigenlijk niet zo besproken hadden. Nou, om er heel kort wat over te zeggen, omdat het ook lief en leedrondje is nog. Het is heel raar dat die burgemeesters in Nederland eigenlijk bijna allemaal verenigd zijn onder van het moet zo snel mogelijk afgeschaft worden en ook vuurwerkverkoop moet nu stoppen. Er is echt een soort harde campagne tegen vuurwerk gaande. En volgens mij is dat heel eenzijdig gedacht. Men onderschat hoe belangrijk het ritueel is. Nou, we hebben vorige keer over gesproken, dus ik snap niet dat burgemeesters zo makkelijk de politiepet opzetten en zich dus niet als burgervader manifesteren en een ritueel proberen te organiseren, maar erg vanuit veiligheid denken. Ik snap die reflex, maar het gaat veel te ver wat mij betreft. En toen las ik in de krant, in NRC en Volkskrant, van een collega-lector, dus een onderzoeker aan het HBO, een HBO-hoogleraar zo gezegd. En die zei eigenlijk, joh, ik hou al jaren bij hoeveel incidenten er zijn met oudjaar. En het klopt gewoon niet wat er in de media gezegd wordt. Dus het valt eigenlijk wel mee met die incidenten. Het is nog steeds ieder ogen dat je verliest of hand of vinger is natuurlijk één te veel. Even voor de duidelijkheid. Maar hij zegt wel dat er eigenlijk minder incidenten zijn. Het ging vooral ook op aanvallen op agenten en dergelijke. Marnix IJsink-Smeet, ja, die man. Zo heet hij. Natuurlijk op zoek in het NRC. Ja. Het is vooral en dat gaf hij ook wel toe, die cobra's die naar die politieagenten worden gesmeten. Dat is wel een wezenlijk probleem. Maar hij suggereerde erg dat je dat aan banden moet leggen. Wat doen die politieagenten daar in de eerste instantie dan? Dat is toch ook de vraag. Waarom zou je veel politie op de benen hebben rond middernacht met de oud en nieuw? Ja, zo argumenteerde hij ook. Hè? Ja. Dat het ook de oproep tot de repressie eigenlijk. Hè? Dus gewoon meer politie op straat. Ja, dat lokt alleen maar meer relletjes uit. Dat is juist wat die onderzoekende jeugd zoekt. Wat je zou moeten doen is zorgen dat er ook meer vrouwen op straat zijn. Dan kom ik ook op die beelden... Op de Dam, Alexanderplatz, waar je inderdaad veel mediterraans ogende Nederlanders alleen maar kerels ziet. Ja, dan denk je inderdaad Duitsers, van... ja. Sorry? Ja, Alexanderplatz, Nederlanders. Ja, maar daar zijn dat natuurlijk ook Nederlanders. Ja, ja, ja. In heel Europa zie je die trend. Je blijft een Duitser. Dat in de publieke ruimte, dat voelt ook een beetje als mijn publieke ruimte nog steeds, excuus. Maar dat in de publieke ruimte inderdaad, dat wordt door jonge alleenstaanden, of in ieder geval niet, die zijn niet op zoek naar een meisje. Die zijn gewoon met elkaar op straat en die meisjes die zitten lekker thuis of met vriendinnen of weet ik waar ze zitten. Maar, en dat je dat beter kan oplossen door inderdaad feesten te organiseren. Waardoor er ook vrouwen, en dat zagen we ook in Amersfoort trouwens, want we zaten inderdaad in dat straatje daar. Daar kwamen ook een paar, zo'n groepje van 10, 12 van die opgeschoten jongens, kwamen langs met van die hele harde rotjes. Ik weet niet of dat dan de befaamde cobra's waren. Wat grappig, je zag 5 of 6 van die ouders staan. Er wonen veel jonge mensen daar. Die 5, 6 ouders, die vaders die liepen naar naartoe en zeiden, hé jongens, even niet, hier lopen kinderen. En hup, ze gingen ook weg. Dat vond ik heel, dat dacht ik, grappig dat je dat zo geobserveerd. Dat is heel erg in het verlengde van, ik ga een beetje over je heen. Burgerverantwoordelijkheid. Niet de politie, maar zelf oplossen, ja.
Nou, en wat er heel erg uitkomt is die discussie over veiligheid. En dat de veiligheid zo'n staat, dat de staat er is om de veiligheid van de burger. En hoe ver gaat dat doorschieten? Dat is ook, nou ja, de corona was daar een voorbeeld van. Waarom laat je dat niet aan de burger om dat zelf te beslissen hoe of hij of zij zich daarin wil begeven? Mm-hmm. Dat begrip de nanny state eigenlijk. Hè? Dus we schaffen gewoon alles af. En vanuit mijn... verslavingsartsen, hè, dan is er altijd de discussie, moeten we niet gewoon alcohol verbieden of moeten we, hè, nou dat is allemaal al eens geprobeerd, dan krijg je uiteindelijk de drooglegging. Maar we zitten heel erg naar die veiligheid toe. Van, we gaan gewoon elke hand eraf is er één te veel. Elke coronadode met vuurwerk, elke coronadode is er één te veel. En we gaan gewoon we gaan het verbieden, we gaan alles doen omdat ik denk dat wel zich bewezen heeft in het verleden in ieder geval, dat niet de weg is om te gaan. En het is mooi wat jij beschrijft. Er zit ook een soort paradoxale kant aan. Naarmate eigenlijk steeds de wereld veiliger wordt, hebben we vuurwerk gecontroleerder afsteken en minder eigenlijk relletjes op straat hebben. Naarmate dat gebeurt, gaat wat er gebeurt meer opvallen. En dat is natuurlijk heel paradoxaal. Dus we leven eigenlijk veel beschaafder met elkaar samen. En dan is er een keer een afwijker. En dat is dan meteen het einde van de wereld. Maar het komt ook omdat we zijn niet meer veel gewend. We hebben natuurlijk hele stadsdelen waar de politie niet meer op straat durft. Hè? Ja. Nou, dat was in Amersfoort. Dat zat erg mee, hoor. Maar ik heb wel wat problemen met die statistieken, zeg maar. Dat je ongekwalificeerde cijfers gewoon bij elkaar optelt. En dan zegt van, kijk, er gaat een lijntje naar beneden. Ja. Er gaan lijntjes naar beneden. Minder. Maar bijvoorbeeld de criminaliteit in Nederland loopt nog vrij fors terug. Maar de harde criminaliteit en ook de internationale, die loopt heel fors op. Één geval is dan wel 20 keer erger dan zo'n klein gevalletje. Hè? En dat moet je uit elkaar houden. En dat vind ik dus ook met die vuurwerkalende. Je kunt wel zeggen, de burger moet zijn verantwoordelijkheid ook nemen. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar als daar de handel in zeer zwaar vuurwerk, dat nou eigenlijk al een beetje militaire capaciteit heeft, daar doorheen loopt. Ja, daar gaat een burger natuurlijk maken dat hij wegkomt. Hè? En ik vind wat dit betreft, moet je ook luisteren naar de hulpdiensten. Als ik die verhalen hoor van de brandweer, dat ze moeten rennen voor hun leven. En de politie die misschien volgend jaar zegt, we gaan helemaal niet meer optreden. Nee, maar je hebt nu het is veel te gevaarlijk. Met dit verhaal wordt eigenlijk heel gewoon categorie 1 vuurwerk gecriminaliseerd. Nou ja, dan moet je eigenlijk een ander... Nou, dan moet je dus even uit elkaar houden. Ja. Van wat kan een burger wel doen en wat kan een burger echt niet doen. Ja. En ja, dan treedt wel de burgemeester als voorzitter van de driehoek. En de politie als uitvoerder en de brandweer als hulpdienst, die moeten dan wel optreden. Okay. Maar die burgemeesters die willen nu dat er ook geen normale vuurwerkvoorkoop meer plaatsvindt. En dat gaat te ver. Het parallel met de drooglegging is best wel goed. Hè? Ja, toen de drooglegging, toen mocht er ook geen bier meer gedronken worden. En wat werd toen wel gedronken? Alle sterke drank. En dat viel me ook wel op nu. Met de Oud en Nieuw, is wat er dan de lucht in gaat. Gaat allemaal de lucht in. Vroeger stond ik om 8 uur 's ochtends al rotjes af te steken. Mm-hmm. Dat hoor ik steeds minder. En om 12 uur gaat de hel los. En je ziet echt alleen maar Poolse categorie. Nou, ik ben geen... Maar echt die zware shit. Overal, elke hoek gaat los. Dus in die zin lijkt het heel erg op de drooglegging. Geen bier meer drinken. En dan allemaal in één keer aan de zware stook. Illegale stook. Nee, wel gewoon verbieden en dan uitlokken. Dus dat de zware criminaliteit erin springt. Precies, die springt dan erin. Maar dan moet je dus gekwalificeerd over dit probleem nadenken. En daarom vind ik die grafiekjes... Ja, dat vind ik, een beetje link hoor. Wat in die holistische, wat bredere kijken inderdaad. Ja. Van wat is, als we nou aan deze knop draaien, dan zie je de effecten al gelijk. Ja. En waar moet je dan gaan schieten? Dat is ook wel een beetje de lijn, jij zegt ook van, hè, om het nou meteen te verbieden. Hè, je moet er eigenlijk wat dieper naar kijken. Vervolgens ben jij die statistiek van die ijzingsfeest in. Ja. En jij reageert daar eigenlijk op van je moet nog gekwalificeerder kijken. Maar op zich, ik heb het idee dat jij best wel op dat spoor ook al zat, toch? Ja, nee, maar ik vind het ook goed dat Siebert nuanceert. Van je kan niet zomaar de kwaliteiten bij elkaar optellen en dan zeggen van de lijn daalt. Ja. Ik zie ook wel dat er allerlei bommen worden afgestoken. Ook bij ons daar in Amersfoort waar wij waren. Verderop, dat je daar stond ook de hele buurt naar te kijken. Dat is dan ook heel mooi. Maar dat is natuurlijk wat vertroebelt de discussie. Nu wordt het systeem toch eigenlijk. Het establishment van burgemeesters en politie wil eigenlijk nu van het vuurwerk af. En daar verzet ik me echt tegen. Maar nou even het vuurwerk zelf dat dan legaal is. Kun je dat jullie dat stukje van de Faber in de NRC gelezen hebben? Gisteren.
dat hij zei van, moet eens even kijken hoeveel van dat legale vuurwerk niet voldoet aan de kwaliteitscriteria en eigenlijk levensgevaarlijk is. Hij had het over enorme percentages, 40-50% of zoiets, die onmiddellijk uit de schappen moeten worden genomen. Hij trok de analogie van, stel eens voor dat er zoveel bedorven brood in de schappen ligt. Nou, dat wordt een nationale rel. Nou ligt er zoveel bedorven vuurwerk ligt er in de schappen. Niemand heeft het erover. En dat veroorzaakt ook een hoop ellende. Dus als je dan zegt van, ja jongens, niet zomaar verbieden, nou dan moet je wel kwaliteit handhaven. Ja. En ook wat er verkocht wordt. Ga er maar aan staan. Ik zie het niet meer gebeuren. Ja, maar en dus? Dus dan moet het maar allemaal afschaffen? Nou, ik ben hier niet deskundig op. Ik probeer alleen een beetje in de discussie te treden. Ik maak me wel zorgen over de enorme ontsporing die er gaande is. En ik vind het heel zorgelijk als brandweer en politie zeggen van, dit trekken we niet meer. Nou, de volgende stap wordt dat er onder de politie iets loskomt van, we gaan staken jongens, want we willen niet meer met z'n 200 gewond raken. Ja, nee, dat is ook begrijpelijk. Maar op zich, wat we nu aan tafel als gemene deler, ergens is het gaat om het, in de lijn van wat we vorige week bespraken, het gaat om het veilig leren omgaan met dat soort rituelen, ook voor jonge kinderen. Ja, hè? Maar is dit een ritueel? Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Maar er is een enorme behoefte. Het is een vuurritueel. Ja. Overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Zeker onder de... Zeker dat we niet ontgaan zijn. Knallen en brand, dat is toch gewoon primitieve instincten. Ja, maar primitieve instincten moet je ook een uitlaatklep geven. Ja. Soms, hè? In juist in rituele vorm. Nou, vroeger had je geen vuurwerk. En, dus, ja, dan hebben we dingen veranderen. Dat was niet helemaal beter vroeger. Nee. Integendeel. Maar wat er niet goed gaat, en, moet je wel even voor mij, want ik ben in 82 geboren en ik weet niet anders dan dat er wanneer even geschiedenis van het vuurwerk. Ja, Toen ik jong was, had je hele kleine rotjes. En als je die verkeerd afstak, nou, dan had je een dikke blaar op de vinger of zoiets. En dat was het dan wel ongeveer. Maar het karbiet schieten en zo, dat is toch al heel oud. Zolang als de karbiet is, denk ik, ja. Ja, maar siervuurwerk is er ook, dat bestaat al sinds de barok. Alleen dan was het iets van de adel en inmiddels is het iets van de burgers. Ja. Maar ik wilde eigenlijk een soort ik wilde dit even afsluiten. Dus volgens mij, hè, het al dan niet met het ritueel. Maar goed, daar hebben wij vorige week uitgebreid over gesproken. En in ieder geval, ik zit zelf ook wel een beetje op die lijn dat het wel degelijk een markering is van zo'n oudejaarsavond. Waar op een bepaalde manier ook die soort onrustige wilde geesten worden losgelaten in zo'n nacht. Hè, wat alleen al voor kinderen al spannend is, dat je 's nachts op mag zijn enzovoort. Allerlei dimensies. Maar eigenlijk zeggen we allemaal, je moet er op een bepaalde manier mee omgaan. En het is veel beter om te reguleren hoe je dan op straat, hè, wat daar op straat plaatsvindt. Ja. En eventueel dus ook het vuurwerk te reguleren. Nou, ja, maar, daar strenger op te treden. Ja, maar dat kun je makkelijk uitspreken. Maar ik zou niet meer weten hoe je... Deze ontsporing, hoe je deze ontsporing nog moet reguleren. Nou, misschien moeten we een keer Rogier een aparte tafel organiseren. Dat hebben we met Nieuwe Wereld sowieso als ambitie. Om dit eens een keer echt helemaal uit te pakken met een paar politieagenten en vuurwerkdeskundigen. Dan moet je mensen uit werkveld. De loop van het jaar. Ja. Maar jij brengt het wel mooi in. Hè? Dus het is op zich terecht dat je dat perspectief inbrengt. Er is ook wel een probleem. Maar goed, we hebben veel aspecten aangestipt. We gaan door. Jelle stuurde van de week een signalberichtje van Anne wil het graag even over Tetris hebben. Toen dacht ik, over Tetris? Mooi, hè? Zoiets kan alleen Anne hebben. Toen probeerde ik me dat deuntje te herinneren en zo. En toen ging ik even een filmpje kijken. Vertel. Ik ben heel benieuwd wat je erover... Dit is toch wel een generatiekloof, want ik weet niet eens wat het is. Tetris is een computerspelletje. Ja. Met van die blokken. Ik denk dat je het wel eens gezien hebt. Nee. Nou, Tetris, voor iedereen die dat niet kent, is het meest bekende wel. En het meest verkochte en het meest gespeelde spel ooit. In 84 geloof ik door een Rus ontwikkeld en het is nog steeds actueel. En het mooie waarom ik dit bericht zo tof vond, want wat is er gebeurd? Tetris is uitgespeeld voor het eerst. De kill screen is bereikt, zoals dat dan heet. Het is dus eigenlijk een heel oud spelletje, echt met van die pixels en blokjes neer laten vallen. En tot voorheen kon dat maar tot level 37 was het geloof ik worden gespeeld. En daarna was het fysiek onmogelijk om de blokjes op... Want ze gaat steeds sneller. Dat is het. Om die blokjes dan goed te verdelen. En niemand kwam verder. En toen was er steeds... Wat het mooie aan dit bericht is dat de inventiviteit... de interactie van de mens en de menselijke inventiviteit... en de technologie heel erg duidelijk zichtbaar wordt. Mm-hmm. Want toen is er dus... en ook de rol van internet daarin. Want wat je dus ziet...
ziet is die oude spellen zoals Tetris en Mario, Super Mario Brothers, dat zijn tegenwoordig een soort van hallmarks of accomplishment. Dus daar kan je echt laten zien wat voor held je bent als gamer om die te speedrunnen, zo noemen ze dat dan. Dus bij Mario, wie het snelste Mario kan uitspelen. En dat gaat echt op tiende van seconde uiteindelijk om dat uit te spelen. En dat wordt dan live gestreamd en die mensen die doen ook een hartslag meten, zodat je kan zien onder welke druk je hart gaat echt naar 160 slagen per minuut. Zitten ze daar te Mario. Nou, hetzelfde dus met Tetris. Je hebt wereldkampioenschappen Tetris en dergelijke. Nou goed, die magische grens van level 37, die werd verslagen omdat iemand dus de hack zag dat je kon speed tappen. Dan moest je een bepaalde met je vingers raar tappen en dan konden ze sneller dan het spel eigenlijk toeliet, kon je de blokjes verschuiven. Ja, want het probleem met het level, ik dacht dat het 27 was, maar ja, het probleem met het level is dat als je dan je knopje naar rechts deed om zo'n balletje naar rechts te laten gaan, dan viel hij sneller dan dat je hem door het beeld kon bewegen. Inhield, dus alles stapelde op. Dan ging het niet snel genoeg, maar als je dus speed tapt, dan kon het wel. Ja. Alleen dat gaat zo snel. Je moet tegelijkertijd, bijna intuïtief moet je die blokjes draaien en laten vallen, anders dan ga je ook af. Dus je moet je komt in een soort waas komen. Een soort van, nou ja, daar kom ik als verslavingsuitkom weer. Hè, de verslavende eigenschap van gamen is dat je in een soort roes komt. Net zoals dat je met alcohol in roes komt. En Tetris was daar perfect van. Hè. De perfecte game. Ik hou ook heel erg van spelletjes. Daarom met tafelvoetbal verleden. Wat is het perfecte spelletje? Is het makkelijk te begrijpen? Is iedereen... Want je zegt, ik heb dat nog nooit gedaan, Tetris. Als ik nu Tetris laat zien, binnen 5 minuten snap je... Binnen 1 minuut snap je het spel, snap je wat de bedoeling is. Ja. En je kan de eerste levels gewoon spelen en het lukt je wel. En het wordt steeds incrementeel moeilijker. Je komt echt je eigen grens de hele tijd tegen. Dus je gaat... Maar ik weet nu al dat ik geen enkele aandrang heb om daar aan mee te doen. Nee, maar ik wil het je toch een keer laten zien. Maar goed. Oké, maar om dit verhaal af te maken, wat er nou zo mooi aan is... is dat er dus al 34 jaar lang dit spel er is. En dat nu deze magische grens bereikt is. Het is eigenlijk net zoals met alle andere dingen, 100 meter lopen of zo. Telkens wordt weer de menselijke inventiviteit, bijvoorbeeld schaatsen en klapschaats of zo'n dus bepaalde technieken worden uitgevonden. Ja. En nu was het dat speed tappen en vervolgens kwamen ze verder. En ze kwamen maar niet verder. En toen hebben ze dus met AI laten zien van... Uiteindelijk is er een killscreen, want ze hadden AI. Dat is sinds ongeveer 5 jaar zo dat dit soort spelletjes beter door artificiële intelligentie worden gespeeld dan door de mens. En dus AI was een soort van blik vooruit. Hoe ver kan je dat spel eigenlijk in? En uiteindelijk was het ergens honderd zoveel level. goed, jij weet het beter. En dus een 13-jarige die dus uiteindelijk... zo in die flow kan komen. En ik denk dan ook het 13-jarige brein is zo plastisch en je kan zo goed gewoon geconcentreerd zo. Dat jongetje, als je ook ziet hoe die uiteindelijk die killscreen haalt, die zat gewoon zo in dat spel. En opeens hij moet echt een soort van wakker worden. En raakt dan half in paniek van, ik heb het gehaald. Live, dat is een mijlpaal die nooit meer... Dit spel is echt net zoals dat je een wiskundig theorema of wat al 34 jaar is geformuleerd, maar nooit is. En dit jochie heeft het gehaald. En dat is echt, ik vond het fantastisch. En juist ook omdat je... De relatie tussen de menselijke inventiviteit en techniek. Ik denk daar gaat eigenlijk de toekomst heel over. Hmm. Wat doet de mens nog? Want Tetris, maakt het uit? Wat maakt zo'n spel nou uit? Ja. Wat maakt überhaupt voetbal of welk spel dan ook uit? Het geeft ons gewoon heel erg aan, wat zijn de grenzen van ons menselijk kunnen? En hoe kan je jezelf uitdagen? Ik vond het kwam allemaal bij elkaar met dit Tetris bericht. Hoe lullig het ook... Leuk. Nou, ik vind het wel een leuk teasertje voor later in de uitzending. We gaan ook even een blik naar voren over die hoe het internet ook een rol speelt. Want hier heeft het bijvoorbeeld die bepaalde tap technieken. Ja. Die zijn die verspreiden zich dan in één keer. Ja. Je kunt wereldwijd tegen elkaar gamen. Ja. Maar daar gaan we het later in de uitzending ook nog even over hebben. Over hoe wij denken dat die techniek de wereld gaat veranderen de komende jaren. Ja. Maar laten we eerst even, want dan hebben we iedereen in ieder geval even... Ja, dan mag ik het laatste, want gamen is dus ook extreem belangrijk bij... We hebben het nu allemaal over AI, alsof het zeg maar uit de lucht komt vallen. Maar gamen is eigenlijk hetgene... Nvidia is een gamingbedrijf uiteindelijk. Hè. Dat is nu het belangrijkste bedrijf ter wereld, wellicht. Hè, als ontwikkelaar van chips waarmee we die AI-revolutie aan het doen zijn. Maar ik volg eigenlijk mijn hele leven al die game-industrie. En dat is echt de drijvende kracht achter wat nu maatschappelijke impact heeft. Ja.
Dus, waar komt dat door? Waarom is die gaming... Ja, dat was elke keer weer de... Dus je hebt gewoon een enorme markt voor gaming. Dus daar zit al van vroeger uit een drijvende kracht in innovatie ook. Hè? Dus we zaten eerst 2D gaming en toen wilden we 3D gamen. Dus we moesten 3D processors. Telkens werd de processorsnelheid... Kijk, Excel, waar we gewoon... Of een word processor of zelfs internet. Waarom zou je daar in hemelsnaam zeg maar telkens die duw richting meer... compute op hebben. En die zat echt zo sterk wel in die gaming. En dat zie je nu trouwens ook weer met de duw richting virtual reality. En, het zit heel erg... Gaming is echt de marktkracht erachter. In ieder geval een belangrijk gedeelte van de marktkracht erachter. Hmm. De spelende mens, ja. Nou ja. Dat vraag me ook altijd af als ik een nieuwe laptop koop. Dan wil ik eigenlijk een hele sterke behuizing. Ja. Een batterij die een dag meegaat. En dan gewoon een processor waarmee je gewoon Word en Excel kan draaien. Een werkcomputer. En YouTube filmpjes kan kijken, uiteraard, en abonneren. Ja. Maar dan moet je inderdaad, als je dat wilt, dan zit je altijd aan zo'n hele snelle processor ook weer vast. Ja, en die zijn geoptimaliseerd voor gaming. Ja. Ja, daar zal dat iets mee te maken hebben. Ja. Nou, interessant. Nou, nu snap ik hem beter, de Tetris fascinatie. Ja. Dat de fascinatie in ieder geval. Precies, ja. Wacht maar. Gaat voor de bel. Ja, we gaan straks hier, gaan we met elkaar genieten van Siebe die voor het eerst Tetris speelt. No. Siebe, jij hebt dit jaar je lidmaatschap bij VVD heb je opgezegd. Ja. Jij volgt, kan ik me zo voorstellen, met veel interesse de formatie. Ja. Inmiddels de informatie waar we nu in zitten. Wat zijn jouw... waar ben jij toch een beetje, als we vanuit dat lief en leed zo langzaam overgaan naar meer, dat hebben we net natuurlijk ook al gedaan, maar meer de substantiële onderwerpen ja. die we ook met elkaar wilden bespreken. Hoe staat het ervoor? Nou, met de VVD, ja, ik ben weggegaan aan omdat de partijdemocratie ongeveer is opgeheven in de VVD, dus het is een ledenpartij. Maar het gewicht van de leden is bijna niet heel geworden. Een kleine groep. Regeert de tent daar. Dus eigenlijk is daar ook het leidersprincipe doorgevoerd. Vanaf wanneer was dat? Nou ja, het is gegroeid. Hè. Sinds Henri Keizer partijvoorzitter is geworden, is de partij institutioneel redelijk afgebroken. Mm-hmm. En is de betrokkenheid van de leden is ook min of meer weggevaagd. Dus het begint een beetje te grenzen aan een PVV, maar dan met leden. Maar voor de rest doen ze er niet meer toe. Met een paar mooie voorbeelden, dat stikstofcongres in de tijd. Hè? Dus dat plotseling daar vanuit de lagere overheden een motie. Kijk hier alsjeblieft nog eens naar, want dit kunnen wij niet uitvoeren. Welk jaar was dat ook alweer? Dat was geloof ik twee jaar geleden. Ja, hebben we twee jaar geleden, ja. Ja, precies. Nou, daar hebben we het ook over gehad. En nou, dan wordt vervolgens die motie achterloos van tafel geveegd en het leven gaat door. En dat is met asieldiscussie is dat ook gegaan. Nou, hoe je er verder ook over denkt. Leden doen er dus klaarblijkelijk niet meer toe. Dat was voor mij een reden. Dat stikstofbeleid zelf ook. Ik heb daar 12 jaar in de Eerste Kamer wat moois proberen te maken. Op mijn manier dan. Van het natuurbeleid. En ook dat stikstofelement dat daarin meespeelt. Nou, en dan opeens krijg je minister Van der Wal die D66-beleid dus even gaat uitvoeren. Dat was mijn bedoeling niet. Maar de finishing touch was voor mij dus dat de deur werd opengegooid. Naar samenwerken met de PVV. En met name ook de argumentatie erbij. Zo van ja, Wilders met minder Marokkanen. Maar toen, we doen het boek dicht. We gaan nu vooruitkijken. Ik zei dat heb ik ook naar buiten weggebracht. En als hij nu die opmerking herhaalt dan. Minder Marokkanen, wat zeggen we er dan nog van? En als er morgen iemand gaat roepen minder Joden, wat gaan we dan zeggen? Ik bedoel, je kunt toch ook dat er nog een rechterlijk oordeel over geveld is ook. Daar kun je toch niet zomaar aan voorbij gaan en dan denken, toen maar jongens, we gaan verder. Dus dat was voor mij de limit. Ik denk, nou stop ik er maar mee. Okay. Maar daarom, ik volg de politiek uiteraard wel. Ja, zo lang in dat bedrijf gezeten. Dus, als filosoof vind ik het buitengewoon boeiend. Om te kijken wat er gebeurt en daar wat dieper in door te dringen. Wil jij hier even op reageren voordat we door? Nou nee, ik ben benieuwd naar zijn observaties zojuist over de formatie al. Ja, het is natuurlijk reces nu, maar dan ben ik wel benieuwd naar. Nou nee, omdat dit is ook wel potentieel. Jouw stellingname ten opzichte van de PVV zijn natuurlijk ook nog wel... Ja. Hier in tafel hebben we het daar vaak over en ook vanuit andere perspectieven. Ja. Die zou je met elkaar... kunnen in gesprek kunnen laten gaan. We kunnen ook nog even doorvragen naar verdere observatie en dan kijken waar we... Nou, ik heb hier wel een observatie bij. Dat is dat nu eerst gepraat wordt over...
de vier partijen met informateur erbij. Wat doen we eigenlijk met de grondwet? Dat je dus goed over gaat nadenken van wat staat er in de grondwet en hoe pakken we dat op? Nou, dat vind ik verder prima. En zeker omdat de grondwet in Nederland eigenlijk weinig betekent. De burger heeft het er niet over. Weet er eigenlijk niks van. En de meeste politici weten dat er een grondwet is, maar dat is het dan ook wel ongeveer. Behalve de vrijheid van meningsuiting speelt de grondwet niet zo sterk mee. Maar nu opeens gaat het wel over de grondwet. Wat is daar bezwaar tegen, dat dat nu eerst besproken wordt? Dat het maar de vraag is. Kijk, toen ze beëdigd werden als Kamerlid, hebben ze dus allemaal beloofd de grondwet te dienen en zichzelf ook onder de wet te plaatsen. Nou, er zijn ook Kamerleden die zeggen, als ik niet voor een wet heb gestemd, is het mijn wet niet. Zoals bij Forum voor Democratie. Dat vind ik al uitermate kwalijke zaak. Maar als je dus eerst je onder de grondwet plaatst en vervolgens een discussie begint over die grondwet, dan denk ik, wat gebeurt hier? Ik las een discussie in Amerika dat daar gezegd werd, daar speelt de grondwet namelijk wel, dat het vrij beangstigend is dat men eigenlijk de grondwet inlevert voor de autocratie, voor de dictatuur van de partijleider of van een of andere kandidaat die daar de zaak gaat trekken, hè, zoals Trump. Er zitten nu vier partijen aan tafel die min of meer het leidersprincipe hebben omarmd of daaruit voortgekomen zijn. Ja, dat is opvallend. Nou, de PVV is natuurlijk helemaal een leiderspartij. De rest heeft helemaal niets te vertellen. Die zijn bij gratie van de leider op de lijst gekomen en hebben zich maar aan te passen. Maar En je beschrijft zelf dat de VVD daar ook onder leidt, hè? De VVD is ook een leidersparti geworden waar de leden er eigenlijk niet al te veel meer te vraag doen. Tussendoor, maar NSC. Zit Rutte daar nog steeds aan de knoppen, denk je? Nee. Dat is de vraag. Nou. Wie is er, als de leden het niet meer zijn, wie heeft de meeste invloed op de partij? Ze hebben nu een nieuwe leider en die functioneert, denk ik, vrij slecht. Die heeft een beetje houterig opgetreden. En is ook begonnen van welkom Wilders. Maar zou zij het achter de schermen ook voor het zeggen hebben? Dat Rutte zo'n samenwerking met de PVV nog tegenhoudt, totdat in maart hij heeft... Nou, hoe die processen daar lopen, dat weten we allemaal niet. Maar goed, dat hoort ook bij het leven. Maar kijk, de NSC... Nou, jij zit er dichter op dan wij, dus nu niet meer hoor, echt niet meer. Maar de NSC, daar weten de mensen op de lijst ook wel dat die partij geformeerd is rondom Omtzigt. En daar ben ik heel benieuwd wat er van die partij gaat worden. Hè? Wordt dat nou een democratische partij waarbij er dus ook een ledendemocratie is in de partij zelf? Dat die partij dus open is? Of wordt het vooral de leider die daar de zaak bepaalt? Maar dat klinkt in ieder geval nog modieus transparant. Als ik nou jou over de VVD hoor... Dat is niet transparant meer, nee. Nee. Dus dat je hoe de hazen daar lopen, weten wij niet. Dus dat klinkt dat al weten helemaal... Niet. En dat weet je over een NSC of een PVV. Maar de BBB weten we ook niet precies. Nee. Dat is natuurlijk ook de leidster. Precies. zeg maar en de rest eromheen. Maar, NSC maar ik ben dus heel benieuwd of hier een... In mijn laatste boek heb ik de vraag gesteld... gaan wij niet richting autocratie? Toen was ik nog vrij voorzichtig. Ik ben bang dat wij nu versneld richting autocratische structuren gaan. En waarbij dus elites noemen ze dat dan, maar een partij-establishment. En dat kan ook wel een heel klein establishment zijn. In feite de lakens uitdeelt en de rest. En dat is dan de rest van het parlement. De rest van de partijen. Maar ook de bevolking. Een beetje in de volgzame rol wordt geduwd. Het verbaast me dat je zo sceptisch over NSC bent, omdat juist Omtzigt toch ook juist wel de rol van het parlement in het staatsbestel juist wil gaan versterken. Zeggen, dat is allemaal prima. Okay. Dan moet je ook consequent volhouden. Maar heb je al tekenen gezien dat hij, want tot nu toe heeft hij steeds gezegd dat moeten we met de fractie overleggen. De fractie zegt. Ik ben nog geen apologeet voor Omtzigt. Ik ben gewoon benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. Okay, ja, precies. Dat ben ik ook. In zijn boek, ik heb het in mijn boek ook zijn boek weer behandeld dan. Zijn stelling, daar zegt hij van we hebben macht en tegenmacht.
Als je nu uitgaat van de trias politica, dan vind ik het al geen gelukkige formulering. Want dat zijn de drie gescheiden of te onderscheiden machten. Hè, wetgevend, uitvoerend en de rechter. Maar hij legt dan de macht in feite bij de regering. En dan moet het parlement optreden als tegenmacht. Nou, als je uitgaat van de trias politica, even teruggrijpen op Montesquieu. Ja, maar dat is in Nederland sowieso niet zo. Dan ligt het net andersom. Dan ligt het primaat bij het parlement. Het parlement stelt de regering in, geeft de regeeropdracht mee en controleert vervolgens de regering op het uitvoeren van die opdracht. Het parlement is ook de eigenlijke wetgevende macht, stelt wetten vast, delegeert natuurlijk het voorbereiden daarvan heel erg regering, departementen, dat is allemaal prima. Maar je houdt wel dus dat primaat hou je als parlement bij je. En Omtzigt begint al het primaat weg te geven aan de regering. Nou ben ik heel benieuwd hoe dit nu gaat verlopen zometeen bij de regeringsvorming. Of dan toch dus ook bij Omtzigt het primaat bij de regering terechtkomt. En dus bij de regeerders. Ja. En niet bij de Tweede Kamer en een beetje de Eerste Kamer. Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Ja, ja. Dat ga ik volgen. Interessant. Nee, heel interessant. Ook interessant. Staatsrechtelijk vind ik dit. Ja. En ik ben er een beetje, nou ja, dat filosofen horen altijd wat somber te zijn natuurlijk. Maar ik ben er wat. Ik ben een hele vrouw. Ik ben er wat, ja, jawel hoor. Nee, ik ben. Nou, ik straal het omgekeerde misschien wel uit, maar dat is. Diep van binnen ben je wel melancholisch. Dat is een masker, hè? Dat, ja. Ja, ja. Maar ik ben er een beetje sombertjes over. Hm. Ja. Ja, ik wil er niet een interview van maken. Nee, ik wil wel verschillende dingen over zeggen hoor, graag als dat mag. Ja, nee, zeker. Tegengas, joh. Dus. Nou, tegengas. Het gaat niet om een twistgesprek hier, maar proberen samen de waarheid. Nou, tot nu toe denk ik dat we allemaal wel een beetje op dezelfde manier kijken naar wat jij nu gezegd hebt. Dus allemaal wel, die formule, laten we dit een beetje uitpakken. Dus eerst dat jij zegt, die formule, we gaan het eerst even over die grondwet hebben. He, terwijl eigenlijk al die Kamerleden die geïnstalleerd zijn, die hebben al een eed gedaan op de grondwet. Ja. He, of een belofte op de grondwet, zoals sommige lichters dat doen. Datzelfde, ja. Het valt mij ook op dat, een beetje tegenvaller eigenlijk wat betreft nieuw sociaal contract voor mij. Ik ben geen apologeet, maar ik draag de partij een warm hart toe. En dat doe ik wel bij meerdere partijen. Maar NSC is toch een new kid on the block. En ik was wel hoopvoller over wat zij konden gaan doen dan wat ze nu waarmaken. Ik heb echt ik ontwaar een obsessie met de grondwet. En wat dat precies is, Sibe heeft daar verschillende boeken over geschreven. Maar het Hegeliaanse idee is natuurlijk dat de wet sowieso eigenlijk geformaliseerde cultuur en moraal. Hè? Dus het moet ook leven en je moet ook dingen doen. Dus die wet, dat is niet, ja, dat is een abstractie eigenlijk van het samenleven. En je ziet dat zij nu heel erg eigenlijk een beetje stijfharkerig met die wet bezig zijn. En het risico is dat ze daardoor inderdaad en zich verstrikken in de rechtsstaat en heel erg bezig zijn met uitvoerbaarheid. Terwijl dit land moet niet alleen geregeerd worden, maar er zijn ook keuzes die gemaakt moeten worden. Onorthodoxe keuzes. Waar willen we heen met Nederland? Verhouding ten opzichte van de EU in relatie tot stikstofbeleid. Verhouding ten opzichte van de scholen waar het gaat om de lees- en de rekencrisis. Nou, er zijn twee dossiers, natuur en onderwijs. Dat praten over de rechtsstaat, dat is een soort vluchtheuvel. Dus ik heb het idee dat... Precies wat het is. Ja, de belangrijke... Kijk, ja. Dus je kunt ook politiek zo... Jij noemt het trias politica. Ik zou het ietsje anders invullen in de zin van... Ja, een land wordt geregeerd inderdaad door politiek. Dus waar je op stemt. Door de bureaucratie van mensen die dingen uitvoeren. En dan is er nog de structurerende rechtsstaat. En je ziet dus nu dat er erg veel op die uitvoer en die rechtsstaat as wordt benadrukt. Terwijl de grote beslissingen, men doet alsof die niet gemaakt kunnen worden. Alsof bijvoorbeeld het asielprobleem of het migratie- en integratievraagstuk, alsof dat niet controleerbaar is. Men doet alsof die grip er niet... Terwijl het zijn natuurlijk ook politieke beslissingen die je met elkaar kunt nemen. Denk aan de leescrisis ook. Denk aan het stikstofbeleid. Dat is niet alleen maar zeg maar alsof we in een rijdende trein zitten. We kunnen dingen veranderen. We kunnen een station bouwen. Je kan een spoortje omleggen. En ik heb het idee dat Omtzigt dat niet meer in beeld heeft. Je bedoelt een beetje dat de gedepolitiseerde politiek waar hij toch ook in zit. Dus autocratie, ja. Narekening van het verkiezingsprogramma van Wilders door Wim Voermans. Die Omtzigt dan aanhaalt van oké, dit zijn de verdragen. Het is aan de grondwet, dus dit kan allemaal niet. Ja. Hè? Terwijl je eigenlijk zou zeggen, de macht ligt toch ook bij het parlement. Ja, de macht is er natuurlijk ook om bepaalde verdragen weer te kunnen veranderen. Maar kijk, jij
noemt al een paar keer het woord Nederland moet geregeerd worden. Ja, dat doet de regering. Maar ik gebruik liever een ander woord. Nederland moet bestuurd worden. En daar hoort de regering bij, maar daar hoort ook het parlement bij. Ja, nou dat vind ik een mooie... De rechterlijke macht. Ja. Uiteraard ook dan. Maar ja. De rechter die pakt de wet op en beoordeelt vervolgens bijzondere gevallen. Dat is een belangrijk technologisch onderscheid. Maar maakt het inhoudelijk uit voor wat Jelle zegt? Nou, waar het primaat is. Wat ik ook zeg. En ik zou zeggen, het is het bestuur waarbij het primaat ligt bij het parlement. En het parlement wordt gekozen. De ministers worden niet gekozen. Nou, ik zou nog eenvoudigere termen kiezen. Hè? Dus het politieke. Je ziet dat de politieke ruimte niet wordt ingenomen door de winnaars van de verkiezingen. En elkaar dat op een bepaalde manier ook niet gunnen. En dan kom ik ook op jouw eerdere uitspraak over de PVV, waar ik wel van schrik. Het is natuurlijk, Nederland is van oudsher niet zoals België, een land waarbij je de radicalen eigenlijk isoleert. Hè? Zo'n cordon sanitair. We hebben een compromisbereid volkje eigenlijk. Door elkaar in te kapselen en coalities aan te gaan. Heb je altijd het risico dat iedereen ontevreden is. Dat is in de Rutte-jaren gebeurd. Maar dat was ook omdat niet iedereen mocht meedoen. Hè? En als je dat toch probeert, ja, dan kom je toch op een... Iedereen moet dan water bij de wijn doen. Maar dan kom je toch, denk op een regeerbaar land uit. En onderschat niet hoe veel mensen eigenlijk op anti-establishment partijen zouden willen hebben gestemd. En nog dachten, nou ja, oké, weet je wel, ik ga wel voor de VVD of ik ga wel voor de SGP of ik ga zelfs wel voor de PvdA. Dus een enorme onderstroom van ontevredenheid die nog niet eens tot uitdrukking is gekomen. Ja, en de PVV vind ik maar een uitingvorm daarvan. In die zin vind ik ook niet dat Wilders zich bescheiden genoeg opstelt. Ik denk dat mensen echt op de PVV stemmen. Wel, dat zie je ook uit allerlei onderzoeken, ook van Maurice de Hond. Het had net zo goed NSC kunnen zijn geweest. En het had ook net zo goed Forum kunnen zijn geweest. Dat zie je ook aan hoe Thierry Baudet reageert. Die weet donders goed, de volgende verkiezingen kunnen weer van hem zijn. Het is een heel potentieel van kritiek. En je moet dat niet isoleren, Siebe. Je moet ermee samenwerken. En dat eeuwige gepraat over die Marokkanen-uitspraken. Ja, dat vind ik nou juist een voorbeeld van. Die uitspraken ook over tribunalen. Dat zijn eigenlijk uitspraken van geradicaliseerde mensen. Die geradicaliseerd zijn. Precies omdat ze geïsoleerd zijn. Dus omdat er eigenlijk helemaal niks gebeurd is op het thema migratie en integratie. Hebben mensen het idee gekregen, er wordt niet naar mij geluisterd. En dan worden ze ook nog racisten genoemd. Ja, op een gegeven moment van de weeromstuit gaan ze zichzelf racistisch gedragen. In woord althans. We hebben uit allerlei sociologische ik ben nog niet helemaal klaar. Uit allerlei sociologische onderzoek, bijvoorbeeld van Gabriel van der Brink, blijkt heel duidelijk. Bijvoorbeeld engagement met de wereld van PVV'ers is niet lager dan dat van D66. Het is niet zo dat als jouw buurman een probleem heeft, dat jij als D66 eerder denkt, ik ga een pand soep brengen. Dat is een soort fout mainstream media frame van PVV'ers. Dat zijn mensen, dat zijn gewoon normale mensen. Die hebben alleen andere politieke opvattingen. En dat vind ik ook het nadeel van Wilders. Die heeft dat niet goed over het voetlicht kunnen brengen. Dat is ook mede zijn schuld, maar ook de schuld van het systeem. Ja, maar toch, je moet er over na blijven denken van... Dat die krachtenvelden die reageren op elkaar. En ik denk echt dat het belangrijk is om die verzoening weer met elkaar op te zoeken. En het verbaast mij dat juist Geert Wilders die verzoening met zijn speeches zo opzoekt. Hè, dat hij zegt dat... Zijn overwinningsspeech was in feite al, ik ben er voor heel Nederland. Volg je hem op Twitter? Ja, met Twitter heeft een eigen dynamiek. En toen vroegen ze van, neem je dan minder Marokkanen terug? En toen zei hij, ik neem niks terug. Met andere woorden, artikel 1 van de grondwet. Nee, ja, kijk, Siebe, hij is klaar met een. Ik ben trouwens geen PVV, maar dat weet ik. Ik ben sowieso mijn politieke keuzes nooit openbaar gemaakt hier. Maar ik wil toch even. Het is niet mijn partij, maar toch. Hè, om het toch te verdedigen, belangrijk. Waarom gebeurt het? De VVD'ers die hebben eigenlijk jarenlang gezegd van migratie, integratie en asiel als een soort specifiek probleem daar. Want je hebt natuurlijk ook de expats en zo. Die vormen een probleem. En wat hebben ze eraan gedaan? Nee, niks. Helemaal niks. Nee. Nu even en daarom is de reactie hierop. De PVV wil voorkomen dat men dat ook van de PVV gedenkt. Omdat zij er echt wat aan willen doen. En daarom houdt hij vast. Want hij wil dat dit punt... Wat wil hij? Ik begrijp dat dus wel. Maar nu heeft hij in oppositie gezeten. Hij heeft dus alle ruimte gehad om eens met grandioze ideeën te komen. Hoe we dan een probleem wel moeten oplossen. Welke concrete oplossing heeft hij aangedragen om het asielprobleem op te lossen? Nou ja. Alleen maar heel abstract de grenzen dicht. Wat gewoon waar taal is. Dus niets. Ja, maar dit heeft jij net wel, vind ik, duidelijk uitgelegd. Namelijk hè, dat als de regering op geen enkele manier ruimte creëert om aan dergelijke verhoudingen iets te veranderen. Nou. Dan ontstaat er ook een navenant sterkere tegenbeweging. En die populistische partijen zijn niet goed in het produceren van rapporten over asiel. Nee, dat klopt. Ze hoeven helemaal geen rapport te maken. Ze moeten met een paar... Maar als je in de oppositie zit, gebeurt dat niet. Kijk, er zijn genoeg krachten binnen de PvdA en de VVD die dat gedaan hebben. Die concrete voorstellen.
En denk aan, hoe heet die man, Paul Scheffer. Die heeft een hele rapportage geschreven, onder andere ook in samenwerking met de WER. En het is allemaal aan dovenmans oren gericht geweest. En dat is, dus het, ja... Nou ja, er is ook wel een verklaring. Ook binnen de nou, zie maar even, er is ook wel een verklaring voor waarom de oppositie in Nederland, nou, laten we zeggen, wel met ideeën kan komen, maar helemaal niets heeft in te brengen. En dat zijn onze regeerakkoorden. En dat, ook daar heb ik in mijn laatste boek vrij vernietigend commentaar op geschreven, onze regeerakkoorden. Dat zijn 60 pagina's volgedrukt met allemaal tot in de detail uitgewerkte stellingnames van dit gaan we allemaal doen de komende 4 jaar. Alsof je de toekomst kunt voorzien, maar toe maar, dat kan allemaal. Vervolgens, dat is een opdracht van de Kamer, is dat gebeurd. Ja. De hele Kamer staat erbij te kijken, doet er niks verder mee. Vervolgens komt dat dikke pak, komt bij de aanstaande regeringsfracties, komt dat binnen. Ze zetten de handtekeningen eronder en hebben zichzelf dus voor 4 jaar uitgeschakeld. En zo schakelen ze dus ook voor 4 jaar de oppositie uit. Nou, dit is, ik ben blij dat je het zegt. Dat is ook helemaal mijn gevoel erbij. Die heeft helemaal dus die oppositie niets meer in te brengen, omdat alles tot in detail vast ligt in het regeerakkoord. Maar toch begin jij bij... Je begint als een punt van immigratie. Jij begint dan bij Wilders, maar je zou dus ook kunnen zeggen, begin eens met dit punt. Hè? Ja, als er nou één onderwerp dus in de regeerakkoorden niet wordt uitgewerkt, dan is het wel het migratievraagstuk. Er wordt zelfs niet eens precies verteld wat migratie is. Wat was de reden dat ze dat er niet in zetten? Omdat ze wel weten, je lost het niet op. In Groot-Brittannië hebben ze gezegd, weet je wat, de Brexit of zoiets, we scheiden ons af van de rest van Europa. Ja. We timmeren de grenzen dicht en sindsdien zijn er 3 keer zoveel illegale migranten binnengekomen. Nou, we zullen zien over 10 jaar wie er... Die Brexit, dat moeten we echt... De tijd zal het leren hoe slecht die idee heeft. De VVD heeft 13 jaar die portefeuille in handen gehad. Wat hebben ze concreet gedaan dus om dit in goede banen te leiden? Ik zal niet eens zeggen tot nul terug te brengen of wat anders. Alleen maar in goede banen te leiden. Antwoord, er is niets gebeurd. Nee, gebrek aan vakmanschap gewoon. En de rest van de partijen ook niet. En ze overschreeuwen elkaar gewoon van dit moet aangepakt worden. Het gaat niet gebeuren. Ja, maar omdat ze niet kundig zijn, Siebe. En intussen hebben het in de verkiezingen verder... Het gaat niet gebeuren. Natuurlijk, je kunt er gewoon grip op krijgen. Dat zijn we toch met elkaar eens, hoop ik. Nooit. Het is toch niet een natuurtoestand? Ik zou het ook niet weten. En ik zeg dus plechtig van, ik weet het niet. Maar ik vind het intussen hebben wij het in de verkiezingen alleen maar gehad over het migratievraagstuk. Ja. En alle hele grote problemen die wij ook hebben, beginnen met onderwijs, om maar eens een hele grote te noemen, of volkshuisvesting, geen onderwerp. Nou. Het leeft niet, het speelt niet, de burger heeft nakijken, iedereen die betrokken is in het onderwijs ziet het gewoon verbrokkelen. Ik heb het zelf op de universiteit ook meegemaakt, dat je er wanhopig van wordt. De taalbeheersing van studenten, VWO achter de rug, niet te geloven. Dat je dan zegt van jongens, wat ben ik blij dat er ook nog wat Iraniërs in de zaal zitten. Want die beheersen de taal tenminste wel. Nou, om eigen studenten even te verdedigen. Het is inderdaad, het valt heel erg tegen, maar ze willen graag. Hè? Er zijn er veel studenten die graag willen en dan lukt dat het zal allemaal. Ik ben niet zo voorbij het pessimisme als jij. Als de kracht van uitdrukken met taal zo groot is dat je een tentamen alleen al op taal niet eens meer kunt beoordelen. Nog los van wat ze dan ook proberen. Zo erg is het niet op onze universiteit. Maar wat ik niet begrijp, is dat je enerzijds Wilders kwalijk neemt dat hij zegt minder. En dat je anderzijds zegt... Ook minder Marokkaan. Minder Marokkanen betekent dus dat hij een aantal mensen hier in Nederland wil verwijderen. Dat is in strijd met artikel 1 van de grondwet. Ja, dat vind ik een hele scholastische uitleg. Want het sentiment dat erachter zit is natuurlijk dat hij zegt, er moet iets gebeuren aan die migratie. Die wijken lopen over het minder Marokkanen lopen, betekent, de sociale voorzieningen lopen over. Ho. En daartegenover zet jij een VVD die er minder, dus 12 jaar minder Marokkanen zijn. Betekent niet minder asielzoekers. Dat betekent minder Marokkanen die nu hier in Nederland leven. Dat is in strijd met artikel 1 van de grondwet. Jij neemt hem letterlijk. Ja, maar dat is zo lastig. Natuurlijk neem ik hem letterlijk. Ja, maar dat is hij zei, dit regelen wij. Ik vind puur technisch. Dus enerzijds verwijt je hem dat. Anderzijds zeg je die VVD, ja, die zijn onmachtig. Die kunnen er ook niks aan doen. Je moet zeggen van mensen, dit is een geweldig probleem. Het is hartstikke lastig. Ik weet niet hoe we het goed moeten oplossen. We gaan ons best doen en kom van alle kanten met goede ideeën. Ach, maar Siebe, we hebben in Nederland echt het hele idee van integreren in
zoiets als Nederlanderschap, jouw generatie heeft dat losgelaten. Omdat Nederlanderschap niet zou bestaan. Omdat burgerlijkheid met spruitjeslucht omgeven zou zijn. Als je gewoon weer teruggaat naar een soort beschavingsideaal, waarbij je zegt van nou, er zijn bepaalde dingen die bijvoorbeeld jochies van 10 uur 's avonds op straat laten gooien, brutaal mensen laten aanspreken in de supermarkt, dat hoort er niet bij. Ja. Daar kun je gewoon een campagne op voeren, kan je met elkaar vervechten, die ook die Marokkaanse vaders en moeders, die willen daar heus wel aan meedoen. Ja. Maar daar heeft het gewoon aan ontbroken. We hebben gewoon eigenlijk geen integratiebeleid gehad. Ja. En dat heeft niet alleen te maken met mensen die asielzoeker waren, maar ook mensen die hier al misschien al 3 generaties wonen. En het kunnen trouwens ook net zo goed gewoon ASO's zijn wij die al geslachtenlang in Nederland zitten. Hè? We hebben geen beschavingsideaal meer. En als je daar weer moeite voor gaat doen, dan zal je zien dat mensen ook denken van oké, daar hebben we grip op te zeer afwijkend gedrag. Als je de grip op wil hebben, dan moet je ook ongeveer weten hoe je dat aan gaat pakken. En daar wordt niet over nagedacht. Ja. En dan zeg ik nogmaals, de Tweede Kamer met die regeerakkoorden schakelt zichzelf uit. En de oppositie wordt ook uitgeschakeld. Dus creatief meedenken met de regering. Van hoe lossen wij nou de grote problemen op? Dat is bijna vertrokken. Ik ben wel iets optimistischer over BOA's, over ervaringsdeskundigen uit de criminaliteit die rond de politie weer mee, die rond leraren proberen om afwijkend gedrag te normaliseren. Daar zitten echt wel knoppen aan waar je kan draaien. Afwijkend gedrag, dat is klein leed. Daar moet je veel aan gaan doen. Dat is ook volksverheffing, ga zo maar door. Intussen hebben wij een giga zware criminaliteit laten ontwikkelen in het land. Ja, maar dus dat werd eerst heel erg ontkend dat dat een probleem was. De wetgeving heeft het helemaal in de kaart gespeeld. Hè? Ja. Dat is de drugswetgeving. En nu is het een bijna onoplosbaar probleem geworden. En het speelde in de verkiezingen dus weer helemaal niet mee. Nee. Nou ja. We lopen voorop in Europa hè, met het in huis halen en verder ontwikkelen van die zware criminaliteit. En in de politiek is het geen onderwerp. Het probleem is dat de politiek zich ook versmalt heeft tot wat het lekker doet in de media. Wat het lekker doet in de media is vaak ook simpel. Daarom doet Geert Wilders het zo goed. Twee weken lang knallen in. Allemaal marketing. Maar je mag ervan uitgaan dat de politieke sfeer en de Kamer dus weer vol komt met mensen die zeggen van nou, het was geen politiek thema, maar ik heb expertise over die veiligheid, ik kan dat aanpakken. Nee, daar mag je als burger van uitgaan. Dat is het hele probleem. Die hele Kamer zit ook vol met half competente mensen. Nou doe jij ook eventjes een... Nou, heb je de lijsten bekeken? Een harde uitspraak. Heb je de lijsten bekeken, inclusief van de PVV. Vanaf nummer 10 wordt het toch moeilijk om... Jongens, ik vind het een beetje... Volgens mij is dit deel van de discussie helder. Ik haal even het netje op. Hè. Jij wijst op bepaalde problemen die hier vaker over tafel gaan. Jij zegt eigenlijk, er zijn andere problemen die wel oplosbaar zijn. De grote problemen, die worden niet eens benoemd. Hmm. En als je die problemen beter benoemt... Er is af en toe onderzoek. Jouw sector, de verslaving. Ja. Het wordt in de verkiezingen genoemd. Daar houdt het wel mee op. Hmm. En dat sneeuwt dus allemaal weg. En ik vind het verder prima om het ook over het asielprobleem te hebben. Ik vind dat nog steeds het asielprobleem eigenlijk klein leed vergeleken bij die hele grote vraagstukken die wij ook onder de mat hebben gestopt. Ja. En daar wordt niet meer over nagedacht. Er wordt zeker niet over oplossingen nagedacht. En dat is ook zo. Maar... Ik wil even door naar een volgend punt. Maar volgens mij hebben we hier nu lang genoeg over. En om het helemaal uit te discussiëren zijn we nog langer bezig. Aansluitend hierop, Sibe, jij hebt interessante kritiek. Hier aan tafel zit regelmatig Maurice de Hond. En die, als hij in zijn glazen bol kijkt, neem ik dat altijd erg serieus. Maar hij zit er vaak, hij heeft het vaak bij het rechte eind. En hij zegt, gezien de verhoudingen nu aan de onderhandeltafel, ik zal dat heel kort uit de doeken doen. Hij zegt eigenlijk, de achterban van NSC en VVD, die gaan het nooit, die gaan nooit met Wilders om tafel. Dus er moet een andere premier komen van een minderheidskabinet of van een meerderheidskabinet. Maar dus wel met al die partijen. En hij zegt eigenlijk, hij heeft het ook gepeild, waarschijnlijk wordt dat ofwel Plasterk ofwel Mona Keijzer. Nou, kunnen we van vinden wat we vinden. Maar interessant is dat jij heel veel kritiek hebt op Plasterk, juist om zijn opvatting van democratie. Nou, ik heb hem in mijn... laatste boek over de democratie. Politiek in de maalstroom. Ja, heb ik hem aangehaald. Een citaat uit een column in De Telegraaf. Waarin hij zijn interpretatie geeft over representatie, vertegenwoordiging. Mm-hmm. Ja, dan zegt hij gewoon dat de VVD vertegenwoordigt ondernemers. Het CDA vertegenwoordigt de boeren. Ik weet niet meer precies hoe je het zei hoor. De SGP de vissers. Ja.
En daarvan zeg ik van ja, dit is natuurlijk hartstikke verkeerd. Want CDA heeft, hij zei in de column, de CDA heeft de boeren, hè, die boerenprotesten niet onder controle gekregen. Nou, dat hè? Was, hoe heet die? Hubert Smeets, die dat zei, het CDA had de boeren moeten disciplineren. Dus ik, ja, dat deed een politieke partij onder het communisme. Dat doet een partij hier niet. Dat is een privaatrechtelijke vereniging, die heeft helemaal geen bevolkingsgroepen te disciplineren. Maar Plasterk dus die koppelt het Kamerlidmaatschap aan vertegenwoordiging dus van een bepaalde bevolkingsgroep. Om er weer de grondwet erbij te halen, dat is dus in strijd met de grondwet. Want de grondwet zegt, artikel 50 geloof ik, maar ik ben niet zo goed in die getallen. Mm-hmm. Het parlement vertegenwoordigt het Nederlandse volk. Eventjes vrij vertaald, het parlement vertegenwoordigt de gehele bevolking. Dat wil zeggen, alle beroepsgroepen, zoek het maar uit hoe je mensen wil klassificeren. Mm-hmm. Wat voor het parlement geldt, geldt dus ook voor elk afzonderlijk parlementslid. Je vertegenwoordigt dus daar, vanuit mijn achtergrond, ik zat daar niet om de boeren te vertegenwoordigen. Ik zat daar gewoon met mijn portefeuille om iets te maken van het landbouw of het natuurbeleid. Of nog wat van die dingetjes. In het belang van het hele Nederlandse volk? In het algemeen belang. Van de bevolking? Dus van de gehele bevolking. Ja, ik ben een beetje benauwd altijd voor het begrip volk. Maar voor de gehele bevolking. En dat heet het algemeen belang. Dus je zit daar niet voor een bepaalde bevolkingsgroep. Je zit daar niet voor het belang van die groep. Je zit daar voor iedereen afzonderlijk in het land. En ook nog voor het land als geheel. Dat heet algemeen belang. Dus nou, ik heb Plasterk aangehaald. Ik zei van, dit is een iets verkeerde definitie van representatieve democratie. Dus als zij daar gaan onderhandelen met elkaar over wat er moet gebeuren, dan zeg jij eigenlijk, als dat in de lijn van Plasterk gaat, wordt dat een soort handjeklap tussen de verschillende belangen van de mensen die gestemd hebben op de VVD. Dus dat worden dan de ondernemers en BBB gaat dan voor een aantal boeren. Terwijl jij eigenlijk zegt, Plasterk zou vanuit hun ideologie, vanuit hun visie voor het land, tot een gedeelde visie op het land moeten komen, die in 2, 3 à 4'tjes moeten neerzetten. Kijk, en volgens het parlement het prima. Dat die VVD'ers een beetje meer voeling hebben dus met, laten we zeggen, de ondernemers, omdat ze daar wat meer uit vandaan komen. Prima. Ik bedoel, ik kom uit de landbouw. Ik had dus wat meer inzicht in wat er in de landbouwallen speelt. Dat breng je in de Kamer. Ja. In de Eerste Kamer in dit geval. Mm-hmm. Nou, dat kan iedereen verrijken. Maar wat je ermee doet, dat moet niet puur voor die boer alleen zijn. Dat moet voor het land zijn. Ja, maar wat hier speelt, daar neem je de boeren wel in mee. Ja. Ook als belangrijke factor. Maar het gaat, dat zegt de grondwet ook, het gaat om het algemeen belang. En dus de manier waarop Plasterk erin staat, maar dat was gewoon uit de column gehaald. Het ging er mij alleen maar om te zeggen, kijk jongens, zo moet het dus even niet. Maar je mag toch best kritiek hebben op zijn opvatting. Ik had dus kritiek op zijn opvatting. Ja. Ik vond het wel interessant om even in te brengen. Omdat het best wel actueel is, als hij straks minister-president wordt. Het blijft even bij formateur, maar wie weet, als Maurice de Hond daarop speculeert. Ja. Ik wil nog één ding over zeggen. Kijk, cultureel gesproken is het natuurlijk opvallend dat zo'n Plasterk tot zo'n kwalificatie komt, waarbij dus partijen deelbelangen vertegenwoordigen. Dat is dus na een lange geschiedenis eigenlijk van het afschaffen van nationaal bewustzijn en gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Hè? Ja. Dus het is, je kunt wel zeggen van, je staat er voor iedereen, maar jij hebt dat gevoel nog. Maar dat is dus ook gewoon echt helemaal verkruimeld. Nou, actief ook aangevallen door establishment. Nee, maar dat is dus simpelweg een belangrijk punt. Je kunt niet zomaar. We hebben ook het idee van de gedeelde noemer, hè, om met Michel Wertheim te spreken, die oudejaarsconferentie ging ook hierover. Gemene deler. Dat is ook een discussiestuk geworden. Hè. Zeker ter linker en de progressieve zijde is het een heel groot discussiestuk geworden. Men ziet landsgrenzen en gemeenschappelijk belang eigenlijk als, ja, wat is dat precies? Men wil voor ecologisch belang of voor de armen, maar niet maar landsbelang. Dus ja, het is ook wel echt ingewikkeld hoor. Ik ben het wel met je eens, maar ik snap ook wel dat de partij eigenlijk nu is gekrompen naar een plek waar deelbelangen worden vertegenwoordigd, ook in het parlement. Dat gebeurd is wel een logisch gevolg van de actieve denationalisatie die in Nederland cultureel en institutioneel gesproken door heeft gemaakt. En economisch, hè? Denk aan de euro. Maar we hebben nog altijd, kijk, de Europa, even open worden de grenzen, nou die waren vroeger veel opener dan nu, maar de grenzen gaan opnieuw weer open. Hè? Europa, hè, het kapitaal, mensen, gaan ze maar door, hè? Dat mag lekker migreren. Maar Europa is een verdragsgemeenschap. Het is wel een heel omvangrijk, ingewikkeld verdrag geworden. Ja. Maar het is altijd een verdrag waar je in kunt toetreden en waar je weer uit kunt stappen. Mm.
Het is een gemeenschap, verdragsgemeenschap dus van afzonderlijke staten. En nog altijd ligt, nou wat ze tegenwoordig soevereiniteit noemen, maar ik spreek liever autonomie. Ligt de soevereiniteit ligt bij die afzonderlijke staten. Die staten zijn wetgever. Europa draagt van alles aan om jouw wetgeving richting te geven, te verbeteren. Je moet er allemaal staten mee instemmen. Nou. Dus ook als Europa met goede ideeën komt, dan komen weer de ministers bij elkaar. De regeringsleiders komen bij elkaar, die stemmen ermee in. En nog altijd moet het dan vertaald worden in wetgeving. Dus in die zin zit de grens dus nog altijd dicht. Want het zijn onze wetten die hier voor Nederland gelden en voor iedereen gelijkelijk. Maar hoe worden ze vervolgens ingevuld? Wat zie je wat de PvdA wil met duurzaamheidsbeleid of D66 en Volt wat betreft de Europese Unie? Die willen eigenlijk die verdere federalisering. Die willen die losschakeling eigenlijk van de natiestaten en opschalen naar een grotere EU. Dus dat zijn de tegenkrachten waarmee dat roepen ze wel. En Rutte zelf ook in de VVD. Ja, dat roepen ze wel. Zie je nu in het optrekken naar Oekraïne. We willen federaliseren, maar dan moet je goed in de gaten houden als dat zo is. Een dubbel staatsverband, namelijk zowel in Europa als nationaal, dat werkt natuurlijk niet, want dat gaat vechten. En dat wisten de systeembouwers van de EU. Dan moet je dus heel goed weten van wat ligt daar in Brussel. Als soevereiniteit en wat ligt er bij de afzonderlijke staten in soevereiniteit? En twee soevereiniteiten naast elkaar, dat kan niet. Nee. En dit is een politiek vraagstuk geworden. Mm-hmm. Dus heel veel partijen die vinden eigenlijk, het moet naar Brussel. En dus het is niet meer neutraal. Dus het is heel problematisch. We zitten in die zin echt in een hele verwarrende tijd. Want ik denk dat wat jij zegt net over de staatssoevereiniteit, dat heel veel mensen het daar ook niet mee eens zijn. Ik vind die verdragen vind ik helemaal niet ingewikkeld. Die hebben de hele geschiedenis door al gehad. Ja. Je hebt zelf gezien wat stikstofbeleid heeft berokkend in Nederland. Dus je kan wel zeggen, ik vind het niet ingewikkeld, maar het heeft het is nog heel moeilijk. Het is moeilijk om je autonomie te pakken in dit land. Helemaal niet. Brussel heeft ons helemaal geen stikstofbeleid opgelegd. Brussel die heeft alleen maar opgelegd een goede staat van instandhouding van natuur. En het aan de lidstaten overgelaten om daar wat mee te doen. Er is geen eens een resultaatsverplichting vastgelegd daarin. We hebben dat in Nederland wel vertaald op onze eigen manier met ons Natura-beleid. Dat Natura-beleid is vervolgens verschraald tot stikstofbeleid. Stikstofbeleid is verschraald tot ammoniakbeleid. En omdat we de depositie hier niet in hand kunnen houden, is de uitstoot centraal komen te staan. En nu doen wij net alsof Brussel ons dat heeft opgelegd. Dat hebben we onszelf opgelegd. En om het nog in dit geval ook even een pessimistische conclusie eraan te verbinden. We maken met dat stikstofbeleid, Nederlandse versie daarvan, maken wij het land ook knap kapot. Ja. De agrarische sector voorop. Prachtig verwoord. Ik kan er alleen maar mee eens zijn. Maar het punt is dus dat de EU wordt ook gebruikt als argument om bepaalde beleid wordt te voeren. Dat is wat anders. Bepaalde politieke klassen of establishment, zoals jij het noemt, dat toch een agenda, die agenda doorvoert waar het gemeenschappelijke nationale belang echt al lang niet meer op deze manier bestaat zoals wij het bespreken. Wij zijn stomzinnig bezig geweest en dat is natuurlijk moeilijk te erkennen en dus zeggen we het ligt aan Brussel. Nou, ik vind het. Ja, het is, daar ben je er mooi vanaf, zeg. Het is een mooie, volgens mij was dit een verdiepende benadering even van wat er aan de hand is. Wij gaan zo meteen ook nog even met z'n tweeën in gesprek. Dan gaan we deze lijn ook nog verder. Je brengt een soort nuchterheid en een soort concreetheid in hoe dit soort structuren gaan. Waarmee je bepaalde sentimenten ook relativeert. Ik vond het heel interessant om dat zo even met elkaar in botsing te zien of in uitwisseling te zien. Ja. Wij gaan zo meteen dat nog verder uitdiepen. Mochten mensen daar dieper op in. Ja, precies. Uitwisseling is beter dan een botsing. En ik zeg tegen de redactie even, jongens, laat Boudewijn even binnen. Onze mascotte staat al heel lang te miauwen voor de deur, volgens mij. Daar wordt niemand vrolijk van. En er moet ook oog zijn voor dierenleed in de nieuwe wereld. Dus laten we even overgaan naar het volgende onderwerp. Ook omwille van de tijd. En ook omdat ik even benieuwd ben om Anne wat meer te horen. Anne, jij had een tweede interessante appje, via Jelle wederom. Wat geen appje was, maar een signal. Ja, de gesprekken worden goed voorbereid. Er vliegen gewoon wat cryptische appjes heen en weer. Iedereen leest de kranten en we gaan in gesprek. Maar dat weet de vaste kijker inmiddels. Anne, het tweede iets wat cryptische bericht ging over Mickey Mouse. Nou, ik ben wel van de van de luchtige onderwerpen. Ik weet niet of dat per se een luchtig onderwerp is, want het beschouwing van onze toekomst en onze technologische vooruitblikjes zijn niet per se onbelangrijk. Nee. Maar misschien lopen de emoties daar wat minder hoog bij op, omdat we er wat minder zicht op hebben. We zullen het zien. Nee, het ging over Mickey Mouse. Het patent op Mickey Mouse en wel op de eerste
eerste versie van Mickey Mouse, de Steamboat Willie Mickey Mouse, dat is verlopen. Mm-hmm. En het krantenbericht ging er mee aan de haal. Het leuke bericht dat daar direct een horrorfilm over werd gemaakt. En nou werd dat weer direct teruggetrokken omdat er te veel... Nou ja, goed, daar ging het over. Maar wat mij zo aansprak, was dat het eigenlijk... Mickey Mouse is een van de belangrijkste patenten en ook een heel erg... sprekend voorbeeld van intellectueel eigendom, in internationale intellectueel eigendom. En het staat wat mij betreft symbool voor de oude manier van denken over hoe je om moet gaan met nieuwe ideeën, met uitvindingen en dergelijke. Dit is dus al 80 jaar lang beschermd geweest en dan heb je zo'n grote partij zoals Disney die dan zodra jij iets leuks doet en geld verdient met iets rondom Mickey Mouse, dan krijg je de advocaat in je nek. Ja. En daar kwam op een gegeven moment dat voor, hè, daar rolde uit dat je 95 jaar je auteursrecht of je beeldrecht dan kunt behouden. Ja. En dat kennen wij in de filosofie ook, omdat je opeens dan... weet ik veel, Heidegger of zo. Hè? Zo in de jaren, mag je niet zomaar uitgeven? Jaren 10 mocht je dat in één keer zomaar weer gaan uitgeven. Hè? Daar komen nu de vrije uitgaven. Binnenkort denk ik, ja. En dat is dan ook zo volgens mij na 95 jaar. Wordt het opeens heel goedkoop om dat te drukken. Nou, precies. Ja. Maar de discussie rondom zeg maar, de functie en zoiets kunstmatigs eigenlijk als een eigendomsrecht of een patent. Waarom is het er überhaupt? En hoe moeten we daar in de toekomst mee omgaan? Die is eigenlijk heel belangrijk, denk ik. En Mickey Mouse is daar dus een prachtig sprekend voorbeeld van. Maar wat juist in deze tijd, en de discussie gaat nu heel erg rondom artificiële intelligentie en patentrecht. Aan de ene kant auteursrecht van de data die de AI gebruikt om zichzelf, om die partijen zoals OpenAI zijn, Microsoft... en Google met DeepMind gebruikt om hun artificiële intelligentie te trainen. Een aantal van die kranten heeft ook kranten. OpenAI aangeklaagd. Ja, maar ook auteurs, grote auteurs. Er was op een gegeven moment ook een stuk over Harry Potter, wat echt heel erg gebruikt wordt om zo taal te leren aan. Maar dan vervolgens wordt dan actief de AI aangepast, zodat als je dus dingen vraagt uit Harry Potter, dat het niet meer weet wat het, zeg maar, dat niet meer die bronnen... Moeten we dat trainen heel even uitleggen? Ja, dat kan. Doe dat even in twee zinnen. Nou, om artificiële intelligentie te krijgen heb je eigenlijk drie dingen nodig. Eén is het juiste algoritme, dus nu is dat neural nets. En twee is compute power, dus de kracht van de computer. Mm-hmm. En derde is gewoon een billion examples, of een miljard voorbeelden. Dus als je de computer een kat wil laten herkennen, dan moet je hem gewoon een miljard kattenfoto's laten zien. En aan de andere kant een miljard anderen die op katten lijken, maar het niet zijn, laten zien. En op die manier kan je hem trainen en zo kan je hem dus ook taal leren. Dus je moet gewoon een enorme hoeveelheid... Dus daarom zijn het ook bedrijven die rijk zijn aan data, die nu deze race in zijn. Ja. Maar goed, aan de ene kant heb je dus intellectueel eigendom, wat belangrijk is en waar nu de strijd om is. Er zijn ook allemaal rechtszaken inderdaad die worden opgetuigd tegen deze partijen. Niet dat ze dat wat uitmaken, want voordat zij echt groot zijn, zijn die rechtszaken pas echt actueel. Dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant, artificiële intelligentie en alle vruchten die daar vandaan komen. Wat gaat dat, hoe gaan we daarmee om? Hè? Van wie zijn die? Dat wordt allemaal heel... En het wordt de technologische versnelling waar we nu heel duidelijk in zitten. We zitten echt in het tijdperk van technologische versnelling. Dat is het hele verhaal van bijvoorbeeld zo'n Society 4.0. Hè? Zo'n Bob de Wit die zegt van ja... We zitten echt in de onderliggende onrust die we eigenlijk allemaal, die maatschappelijke verschuiving van de nieuwe wereld, die komt voort uit technologische versnelling. En artificiële intelligentie is daar een hele belangrijke van. Een van de vraagstukken is hoe gaan we nog met intellectueel of überhaupt eigendom om? En intellectueel eigendom is dan een hele belangrijke. En je ziet bijvoorbeeld dat die captains of industry, zoals Elon Musk, die altijd visionair gekke dingen doet, die zegt, ja, alle technologieën die wij ontwikkelen bij Tesla of bij SpaceX, die gaan gewoon, die patenteren we wel, maar dat is ter bescherming tegen patenttrollen, maar vervolgens gaan die in het open domein. En dus iedereen mag het gebruiken. En dus ook het bericht dat... Wat is een patenttrol?
Een patenttrol is een partij, dat zijn juridisch grote partijen, met name zitten die in de Verenigde Staten, die kijken wat er allemaal ontdekt wordt en die maken daar dan nog voordat degene die het ontdekt heeft en die er al wel wat over schrijft, maar die vragen daar een patent op aan. En als ze dat dan krijgen, dan kunnen ze vervolgens aankloppen bij degene die technologie wil gaan exploiteren, aankloppen van dat mag wel, maar dan moet je ons gaan betalen. Dus als Elon Musk geen patent zou aanvragen en gewoon wel zou publiceren van wat hij aan het doen is, en die patenttrollen gaan daar patent op aanvragen, dan kan hij zijn eigen technologieën niet meer gebruiken, tenzij hij heel veel geld gaat betalen aan die patenttrollen. Ja. Over ondermijning gesproken. Ja. Ja goed, maar dit komt dus heel erg, de fundamentele discussie gaat over of patenten, want ze zijn ooit bedacht, omdat er gedacht werd dat hoe kunnen we mensen die graag dingen tinkeren, hoe kunnen we die bestaansrecht geven? Hoe kan je met de uitvinding die jij gedaan hebt, hoe kan je daar je brood mee verdienen? Nou, in aanwezigheid van Sieben misschien aardig, hè? Gewoon medicijnen. Hè? Dus ja, bijvoorbeeld. Je bent een medicijnenproducent. Ja. Jij gaat heel veel R&D, hè? Dus onderzoeksgeld en tijd stoppen in het ontwikkelen van een bepaald medicijn. Hoe verdien je... Miljarden soms. Hè? Ja. Ja, overigens exact. Grotendeels ook bestaande uit subsidies, maar hè, die, ja, hoe verdien je dat vervolgens weer terug? Maar, vaak ook niet. Ja, precies. Hoe verdien je dat terug? Medicijnen kan ik ook nog... maar de grap is bijvoorbeeld dit kanaal... is heel erg duidelijk een vorm van anders denken rondom intellectueel eigendom. Jullie hadden het ook achter een paywall kunnen zetten... en vervolgens kunnen gaan... dus achter een betaalmuur kunnen zetten... en vervolgens iedereen die jullie filmpjes kopieert gaan aanklagen. Maar in plaats daarvan zeg je, nou, het is gewoon voor iedereen... en we gaan hier niet een eigendomsrecht op laten gelden... maar over medicatie inderdaad, ja. Of medicijnontwikkeling. Ja, dat is heel erg duur, nu in ieder geval. Omdat je met name de latere fase van medicijnontwikkeling, dus al die veiligheidstesten, die zijn extreem duur. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het bijvoorbeeld een coronavaccin, om maar even, hè, dat is gewoon achter de computer ontwikkeld. En over, nou, toekomstkijkend, maar ik vermoed eigenlijk binnen 10 jaar ontwikkelen we ook de veiligheidstesten in de computer. En wordt het zo goed als gratis, uiteindelijk ga je daar naartoe. Dat is een soort asymptoot van bijna gratis. Net zoals, waarom is dit kanaal, waarom kunnen we dit doen? Omdat het heel goedkoop is ten opzichte van 20 jaar geleden als je dit had willen doen. Ja. Gaan we steeds meer naar ontgelden, of in ieder geval het goedkoop maken van dit soort technologie. En je gaat er dus naartoe dat medicijnontwikkeling naar gratis toe gaat. Maar gaan we dan nog één vraag stellen? Ja. Ja, ik heb zelf er iets mee te doen dat ik nog een half baantje heb. Dat is de voorzitter van de commissie genetische modificatie. Ja. En zit dus ook midden in deze ontwikkeling en met die nieuwe technologieën die er allemaal voor zijn. Een adviescommissie voor adviescommissie voor de regering. Ja. Op het gebied van deze technologie. Ja. Dus zo zit ik er een beetje in. Zijn we ook dus gestuurd op die vaccins. Kijk, het ontwikkelen daarvan is één ding. Maar vervolgens krijg je bij de toelating ook het grote probleem. Hoe weet ik of het veilig is? Mm-hmm. En dan krijg je opeens de grote getallen. Allemaal onderzoek dat je moet doen. Protocollen die je moet volgen. Voordat je zeker weet dat iets wat ontwikkeld is, wat waarschijnlijk wel zou kunnen werken, ook veilig kan werken. Ja. En daar gaat gruwelijk veel geld in zitten, omdat degene die verantwoordelijk is dus voor het toelatingsbeleid gewoon gaat eisen dat het behalve dat het moet werken, ook veilig werkt. Geen eveneffecten, al dat soort dingen meer. Hoe ga je dat oplossen? Ja, nu kan je dat dus alleen maar empirisch benaderen. Ja. Ja. En dat wordt gewoon steeds theoretischer, kan je dat gaan benaderen. Hoe weten we of er bijwerkingen zijn? Dat moeten we dus gewoon testen. Eerst in proefdieren. Ja. En als die opeens groen worden, denk ik, nou, toch niet. dit zit toch iets, moeten we toch weer aanpassen. Maar we gaan steeds verder naar dusdanig begrip, zeg maar, dat we echt niet alleen. Want, nou goed, we kunnen nu al met artificiële intelligentie kunnen we eiwitvouwingen bijvoorbeeld helemaal. En we kunnen eiwitinteractie, daar zitten we. Ja. We gaan steeds meer naar een volledig goed model, dat we echt goed kunnen voorspellen hoe een cel reageert op bepaalde. En dan gaan we naar weefsel en heel organisme toe. Ja. Dus we gaan naar dat je dusdanige goede veiligheids
simulatie eigenlijk kan maken, dat die laatste stap om het daadwerkelijk te testen nog maar een kleine stap kan zijn. Natuurlijk moet je dat doen, hè? Maar dan kan je proefdieren kan je overslaan en uiteindelijk kan je, het is er nog lang niet, maar nog lang niet, dan heb ik het over 10, 20 jaar. Ja, ik wou het zeggen, een periode van 10, 20 jaar ja. En dan hebben we het overbrugd, denk ik. Ja. Ja, zien hoe snel, zeg maar. Dat zou een revolutie zijn, omdat absoluut. Je dan van dat hele natriën. Kijk, je ontwikkelt een molecuul, nou, dat is. Dat kan allemaal wel, maar ja. Wat gaat het vervolgens doen? Ja. Dat is het grote probleem. Ja, precies. Nou, nu zijn we nog te veel een black box. Als je dat kunt overslaan, dan gaan de grenzen nu tussen het fundamentele onderzoek. Allemaal achtergrondinformatie en technologieën. En wat ik toegepast. Wat ik heel interessant vind hierin, hè, de biohacker. Want je kan ook zeggen van nu is nog steeds wat vroeger het medialandschap was. Hè, de professionals doen de media. En kijk, ondertussen zijn jullie hartstikke professioneel. Maar je begint gewoon als hobbyist, zullen we zeggen. Hè, met een goed idee. En je wil. Dat is bij de medicijnen, zit je daar nu ook. Je hebt de biohackersfeer. Hè? Dus ik hou heel erg van, wat is dan de toekomst van de geneeskunde? Ik heb hier een gesprek gehad over levensverlenging en de veroudering als ziekte gaan benaderen. En in die hoek zie je dus heel veel mensen gewoon zelf medicijnen ontwikkelen, letterlijk, en op zichzelf testen. En dan heb je die hele ethische, zeg maar, iedereen mag gewoon doen wat hij wil. Ik mag gewoon mijn eigen, je kan nu al kits bestellen waarmee je dus genetisch jezelf kan. Met die CRISPR technologie, daar kun je ongelooflijk veel doen. Dat kan op kleine schaal, maar vervolgens het op de markt brengen. Dan stuit je dus op al die. Ja, maar waarom zou je het nog op de markt willen brengen? Dat is gewoon open source weer. Hè? Dus dan als jij iets hebt ontwikkeld waar je mee merkt dat je 10 jaar langer leeft, dan zet je gewoon op internet van nou zo doe je dat. Een YouTube filmpje erbij en klaar. Ook ingrijpen in de genetica, dus in de genen. Ja, dat zie je nu al. Ongeacht wat het met het nageslacht doet en al dat soort zaken. Nou, ongeacht. Ik wil niet zeggen dat ik. Maar dit is de kant waar het op gaat. Hè? Waar we, het oude denken is dat je. En niet alleen het oude denken, dat waren de mogelijkheden. Toen had je gewoon zo'n hoge technologische drempel. Dan moest je letterlijk miljarden tegenaan gooien om een medicijn. Nou. Dat gaat er helemaal weg, ja. Ja. En dan kom je van wat heeft nog, zeg maar, waarom nog patenten? Wat heeft. Ja. Want daar gaat ook de hele discussie over al die protesten van schrijvers bijvoorbeeld, die auteursrechten. Maar. Waarom bijvoorbeeld Netflix een groot succes is, is niet omdat iedereen zoveel mores in zijn donder heeft te denken van, nou, ik download niet een filmpje, maar ik ga het bij Netflix, want dan worden, zeg maar, auteursrechten beschermd. Nee, gewoon het gemak en de service. Niemand denkt aan auteursrechten. En vervolgens worden wel de mensen die daar wat voor die het maken, worden betaald. Ik denk dat zo'n soort. Dus dat hele. Nou, ik vind het nogal kunstmatig om daar. Het is gewoon niet meer van deze tijd om intellectuele. Er zijn wel twee verschillende sferen, die van de kunsten. Patent en toelating is dus niet helemaal hetzelfde. Hè? Nee, dat is waar. Patent is alleen recht. En toelating heb je het nog. Precies, dat is weer iets. Is het verantwoord en is het veilig. Precies. Maar als je, en dan heb je het ook weer heel erg over zo'n beschermende staat, hè, die het als zich als functie. Maar als, en dan heb je het bijvoorbeeld in mijn rol als verslavingsarts over drugs. Hè, dan heb je ook een hele leuke kat-en-muisspel over designer drugs. Dus mensen die, of GHB, daar kan je gewoon in je eigen kelder kan je GHB maken. Ja. Ja, daar kunnen we dus wel wetgeving op maken, toelaten of niet. Maar als mensen het willen, dan gaan ze het gewoon maken. Dan ga je dat gewoon doen. En designer drugs, zodra er een nieuwe drug weer wordt verboden, dan hangen er gewoon een nieuwe ester aan of wat dan ook. Ja, ja. En je zit dus aan de ene kant een overheid die probeert zijn burger te beschermen. En aan de andere kant een burger die gewoon zegt, ja, het kan wel. Maar die nieuwe technologieën met internet en zometeen ook het vrijmaken van biotechnologie voor iedereen. En met letterlijk een instructie op YouTube waarmee je dat gewoon kan doen. Wat is nou de rol van die overheid? Nou, beschermende rol bijvoorbeeld van de overheid dat mensen dit massaal gaan doen en ze dus massaal halfdood zich melden
bij het ziekenhuis. Maar, dan op kosten van de gemeenschap. Maar mensen zijn niet echt. Mensen zijn in zekere zin achterlijk, maar aan de andere kant juist helemaal niet. Nou, als je naar die fentanyl-epidemie kijkt, als verslavingsarts, dat is wel een goed voorbeeld van hoe zoiets zou kunnen. Ja, en dat is die oxycodon- en fentanyl-epidemie. En dan denk ik, dan kijk je echt naar het symptoom en niet naar de oorzaak. De oorzaak, als je kijkt waar die epidemie zich afspeelt, zijn dat in de Rust Belts met name. Hè? Dus dat is echt het achtergestelde. Ook de gegoede kringen gebeurt. De gegoede kringen juist ook. Hè? Maar dat is niet heel veel van die kunstenaars, zoals bijvoorbeeld Michael Jackson en Prince en zo, die daar ook aan zijn. Ook die pakken geen fentanyl, toch? Die pakken daar. Oxycodon wel, maar. Maar goed, het zit vooral in de onderklasse, maar de bovenklasse is niet bespaard gebleven. Nee, maar het is vooral. Het is iets breder, maar nogmaals. Het wordt massaal gebruikt, ze komen dus massaal half dood bij het ziekenhuis aan en dan kunnen wij het allemaal betalen. Nou, dan gaan we dus zeggen, overheid, dit verrek ik, betaal dat niet. Nou, dit is dan, ik wil iets coöperatiever hierover spreken. Je kunt inderdaad zeggen, oude wereld, dat is toch wel belangrijk om te reguleren. En jij zegt, het gaat helemaal op de schop. Volgens mij is de vraag die daar in het midden ligt ergens, hè, van... Okay, welke trend zien we? Want ik vind dit een mooi voorbeeld van reflecteren op het tijdsgevricht van een nieuws of een trend. Ja, nou. Maar jij ziet dus een soort open source-achtige wereld waarin dus inderdaad op het gebied van de geneeskunde, maar ook op allerlei andere gebieden, productie, dat daar een ander model, hè, dus ook de tekst en dergelijke, dat daar, als jij als heel klein bedrijfje, als eenmanszaakje, kun je met behulp van AI, kun je zoveel meer op. Vroeger had je daar 10 typegeiten voor nodig, bij wijze van spreken. Mm. Nu geef je een goede prompt in OpenAI. Ja. En je hebt zo een bedrijf staan. Maar waar liggen dan die rechten? En jij tendeert dus naar het idee van dat is van ons allemaal. En daar gaan we op een soort coöperatieve manier een wereld mee vormgeven. Welke uitdagingen zie jij er dan wel in? Want deze uitdagingen van meer van die oude... Veiligheid. Ja, absoluut een uitdaging. En wat je denk ik ziet is dat je het individu best vertrouwen kan geven. Dat hij zich voor zichzelf en zijn omgeving wil zorgen. In plaats van... Nou kom ik toch over met de beroepsgroep waar ik dan uit voortkom. Ja. De landbouw. Ja. Die genetische modificatie, de biotechnologie, die kun je dus in de agrarische sector, plantenteelt. Ja. Laat de dieren nog maar even erbuiten. Maar in de plantenteelt kun je daar ongelooflijk veel mee doen. Ja. Er is ook wel reden toe, want de ziekteplagen, dat is giga hoe die druk zich ontwikkelt. En wat zien we nu in Europa? De milieubeweging, verontruste burgers en nog van die actiegroepen, die storten zich erbovenop. Nou, laten we gewoon het even simpel houden, alles verboden. Ja. Terwijl niemand kan aantonen wat er dan zo gevaarlijk aan is. Nee. De voordelen die zijn levensgroot. En toch wordt het verboden. Ja. Hoe denk je daar doorheen te breken? Toch maar vrijgeven. En jongens, als je het wel wilt telen, gemodificeerd en al. Ja. Ga je gang. Ja, dat denk ik. Geen wetgeving meer. Nee, daarop niet. Geen Brussel meer. Wat is het gevaar van de genetische modificatie binnen de plantenteelt? Ja. Nou, als zo'n gemodificeerd plantje zich gaat kruisen, dan wel in de natuur gaat woekeren of iets dergelijks. Mm. Dat zijn toch wel levensgrote... Of zoiets met DNA, hè? Dat als jij als jij met DNA aan de klus gaat thuis, of, hè? Dat jouw nakomelingen allemaal... Nee, er zit hartstikke veel gevaar in. Dus, een gevaarlijk neveneffect, dat opeens zo'n plant wel open staat voor iets epidemisch wat er dan binnen kan dringen, weet ik wat allemaal. Maar er zit... Kijk, een plant kan giftig worden bijvoorbeeld. Vreselijke allergieën. Allergieën is toch weer een bepaalde. Het spul komt overal. Nou, ik noem maar even wat. Nou, als de mens gaat ingrijpen in de natuur, hè, bijvoorbeeld in Australië, stikt het nu van die enorme padden die ook nog eens giftig zijn. Ja. Meer worden opgevroten. Ik ben als mijn 18e was dat al een plaag. Ben ik in de Verenigde Staten geweest en heb ik ook een week meegedaan aan de Cane-toad. Dat was een heel verhaal, maar dat was Australië is sowieso een continent, omdat het dus heel lang eigenlijk afgezonderd is en dus een hele eigen biotoop heeft. En je had op een gegeven moment ook een konijnenplaag waarin de konijnen over elkaar heen moesten lopen in een bepaalde vallei, dus in de jaren 60 of zo. Enzovoort, enzovoort. De katten die je dan weer... dat krijg je absoluut. Ja, dat is ook natuurlijk. Ik bedoel,
Nou ja, het ingrijpen van de mens in de genetische code. Ja. Dat brengt bijvoorbeeld ook dat virus dat ze in Wuhan hebben zitten klussen. Mm-hmm. Ja, daar zijn heel veel mensen toch niet helemaal vrolijk van geworden. Ja. Mag ik er nog even wat algemeens over zeggen? Of dat klussen was, dat... dat is de vraag. Dat is toch inmiddels wel established fact dat het is vrijwel zeker dat het gewoon weer uit de zogenaamde natuur komt. Muizen of wat anders. En dat er genofunctie onderzoek gedaan wordt, is duidelijk, ja. Ja. Ja, en wat ik daarvan vind, ja, ik snap niet waarom je ik snap eerlijk gezegd niet waarom je dat zou willen doen. Het gebeurt. Dus kennelijk is er behoefte aan. Maar toch, als we even teruggaan naar die lijn, want dat vond ik eigenlijk interessanter. We hebben nu een aantal mooie voorbeelden een beetje over die gevaren. Dat is op zich interessant, maar het waait een beetje uit. We zaten eigenlijk op die lijn van hoe ziet die toekomst er dan uit? Ja. En waar zitten dan de gevaren en de kansen? En wat is daar... Hè, is dit dan een soort waarschuwing? Wil je waarschuwen voor iets? Wil je enthousiast zijn? Hij heeft er wel zin in. Deel je enthousiasme? Nou, nee, wat ik wel mooi vind, kijk, want dat had je bijvoorbeeld ook binnen de wetenschap. Open source of niet. Hè? Ging je achter een paywall met de grote publicaties. Mm-hmm. Als je echt een vette iets hebt ontdekt, dan kan je je carrière maken door eens in Nature of Science te staan. En dan zit het wel snor als jonge onderzoeker. Daarna is de weg naar professorschap, het ligt open. Of je kan ideologisch zijn en zeggen, nou, ik wil niet achter die paywall. Ik ga in een open source blad dit publiceren. En het bijzondere is dat als je echt een goede publicatie hebt, dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit in welk blad het staat. Ik hou wel van die... ik hou gewoon wel van het idee dat ja, dat gesloten, dat is echt, dat is passé. Dat moet van tafel. In het werk wat ik dan doe daar in die commissie, daar moeten wij dus al die nieuwe ontwikkelingen, of het in een laboratorium is, of vervolgens de markt op mag, moet allemaal teruggebracht worden tot geen risico. Nou ja, het staat er iets anders. Ja. Maar wat ik wel... Die risico's die moeten dus benoemd worden. Ja. Nee, maar het is ook heel goed en, om... En uitgesloten. Heel goed om te reguleren. Alleen, waar reguleer je op een gegeven moment tegen? De grote discussie van dit moment is de regulering over artificiële intelligentie. En dat is echt, dat gebeurt nu. Hè? Ja. De komende jaren gaat... dat overschaduwt bijna alle reguleringsvraagstukken. In hoeverre gaan we reguleren op het gebied van ontwikkeling van artificiële intelligentie. En dat wordt nu gewoon niet gedaan. Ja. Als dat niet goed gaat en er komt een superintelligentie uiteindelijk intelligenter dan wij zijn en een zelf-itererend, dat is zelf-ontwikkelende intelligentie uit die niet in lijn ligt met onze belangen. Dat is eigenlijk de grote... Moet er niet een regulering op zitten? Nou, hoe ga je dat internationaal doen? In ieder geval risico indammen. Ik noem maar wat met de AI. Als dat explosief toeneemt, ontwikkel je eigen atoombommetje. Ja, makkelijk. Ja, geen probleem. Ja. Nou ja, 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 ja. Maar de gevolgen zijn natuurlijk... Gigantisch. Ja. Gigantisch. Ja. Ja, of zo'n machine overtuigt ergens een kindje in Ohio op een school om een klein robotje te bouwen. Hè? En dan gaat die AI, die gaat zijn eigen machine en zijn eigen voortbewegen. Ja, er zijn een paar van die veiligheidsexperts die gewoon interessant zijn. Die al 10 jaar lang roepen wat de voorwaarden zijn voor de veiligheid te garanderen bij deze ontwikkeling. En er zijn een soort 5 regels van die sowieso in acht moeten worden genomen voor het ontwikkelen van artificiële intelligentie, wil het veilig zijn. En van die 5 regels zijn alle 5 al voorbij, zeg maar. Een van de dingen is dat je het absoluut niet aan het internet mag koppelen, want dan de code niet openbaar maken. Maar goed, dat is allemaal al helemaal... Dus ik denk dat je wel de spijker op zijn kop slaat op het gebied van... Aan de ene kant het beschermen van eigendom, maar dat is iets heel anders dan de regulering. Precies. Reguleren op veiligheid, ongewenste effecten, dat geeft het allemaal met name. Ja. Dat zijn 2 verschillende dingen. Absoluut. Dus ik denk dat een hele belangrijke as ook is in deze discussie, dat je moet nadenken over monopolievorming. Dus je ziet dat heel veel grote bedrijven toch marktmacht krijgen, dus die nieuwe feodale cloudheren, om ze zo te noemen. Ja. Die Elon Musks en de Amazons. En voordat je het weet, kom je straks in een wereld waarin alle supermarkten van Lidl zijn. Mm. Alle koopgoten van Amazon.
en alle zoekmachines van Google. Ja. En alle satellieten van Elon Musk. Precies, alle ja. AI. En ja. daar moet je dus je moet trust busten. Daar komt de overheid in. En dat is niet de vraag op welk niveau dat gebeurt. Dat moet gewoon op nationaal niveau. En eventueel in samenwerking. Ja, maar zo werkt het gewoon. Europa is gigantisch. Het is toch altijd de vraag op welk niveau dat gebeurt? Ik vind het wel leuk. Je begint gewoon bij de politieke gemeenschap. Waar je wat te zeggen hebt. Je kunt niet voor China reguleren in Nederland. Dus je begint gewoon in Nederland. En je kunt gewoon zeggen. Als Amazon hier iets verkoopt. Dan moet er belasting betaald worden. Dat kan niet op alle fronten tegelijk. En als ze dat wel willen. Dan is het antwoord dat dat niet kan. Dus je hebt wij reguleren wel voor China, hè? Ja, ASML, voor zover ze hier... ASML mag het moderne spul niet naar China leveren. Ja, van Amerika niet. Dat is leven. Nou, dat was ook van de week het nieuws. Wij zijn dom genoeg om eerst naar handel te kijken. Eens. Wij doen niet aan geopolitiek, maar dat waren beter dat we dat wel deden. Waarom? Omdat het hartstikke gevaarlijk is om het zomaar naar China te verschepen. Ja, maar het is ook hartstikke gevaarlijk om zomaar te doen alsof wij bij Amerika horen. Hè? Een soort West-Oost dialectiek moet je ook vooruitkijken. Europa is een eigen, geopolitieke Europa, macht. Omdat Europa nauwelijks aan geopolitiek deed in ieder geval. En Nederland helemaal nul. Ja. Heeft Amerika eventjes dat probleem overgenomen. Ja, maar goed, Amerika is ook een hele agressieve geopolitieke macht. Zie je in Oekraïne. Nou, geopolitiek komen ze ook nog even op. Maar ik dacht over die trustbusting even af. Ja, nou ja, goed. Ik wilde meer zeggen van kijk. Leg meteen even uit waarom je dan bijvoorbeeld WhatsApp wel gebruikt. Als je dit zo belangrijk vindt. Ik zou je moeten overstappen op Signal. Ik heb zo mijn zonde. Ja, soms betaal ik niet met cash. Dan zit ik op WhatsApp. Sorry, kleine persoonlijke discussie. Tussendoor. Ja, goed dat dat even verteld wordt. Ja, pak hem even uit. Nee, maar ik denk dus dat het toch een idealistisch perspectief op de toekomst is. Dat nieuwe technologie iedereen bekrachtigt. En dat er nu slimme ondernemertjes in een kelder zijn die dan... CRISPR-technologie gaan toepassen en helpen om de medicijnmarkt vooruit te helpen. Ik denk dat het feitelijk veel meer grote bedrijfsconglomeraten kunnen zijn. Ik noemde net al wat namen. Hmm. En dus dat kapitalisme, dat zal zichzelf inderdaad ook verhullen als goed door juist een beroep te doen op het belang van intellectueel eigendomsrecht. Ja. Daarom vind ik het ook verwarrend als jij de kunstenaars als J.K. Rowling gaat verwisselen met Elon Musk. Ik denk dat die kunstenaars juist moet zien te beschermen met intellectueel eigendom. Maar bij die grote partijen moet je echt uitkijken voor monopolievorming. Ja. En dat is al een heel belangrijk oriëntatiepunt wat het kapitalisme eigenlijk vanaf de 19e eeuw al inneemt. En de censuur daarbij is altijd, wat is het belang van de mens? Maar J.K. Rowling... is inmiddels natuurlijk ook een groot bedrijf. De rijkste self-made vrouw ter wereld, geloof ik. In de muziekindustrie is dit pleit is toch al lang beslecht. En zoals jij net ook noemt met Netflix, op het gebied van video. Je kunt alle films kun je gratis streamen. Hè? Als je een beetje kan zoeken op internet. En alle muziek kun je gratis beluisteren. Maar toch is... Nee, maar ook juist artificiële intelligentie maakt het juist ook moeilijker. Hè? Dus dit is ook een nieuwe censuuropkomst. Ja. Nou, ik vind het... Nieuwe censuur bedoel ik. Ik vind het tentatief, maar erg interessant. Ik stel voor dat we toch naar het volgende onderwerp overgaan. Ja, mag je nog één lijn schetsen? Want jij had het erover... Ja, nou goed. Dat mag. Hier gaat hij ook over centraal versus decentraal. Hè? Ga je centraliseren met... Denk je dat er een centraliserende technologische macht komt? Ja. Of juist een decentraliserende technologische macht? Precies. En ik ga van het laatste uit, weet je. Waar baseer je dat op? Oh. Alle technologische revoluties zijn toch ook centraliserend? Nee. Jawel. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Internet is helemaal vergoogeld. Ja, maar totdat internet 3.0 komt, hè, of 2.0. Ja, dan wordt het allemaal open AI? Ja, nee. Google heeft helemaal geen... Google, waarom denk je dat Google nu zo uit alle macht probeert die AI-race te winnen? Omdat ze weten dat hun verdienmodel finito is zometeen. Nee, maar ik geloof helaas echt in grote bedrijven die Maar die dat de macht je naar pakken. Lokale internet vormen toe gaat. Ja. 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 En als die grote bedrijven te veel macht pakken, zoals Musk met al zijn satellietjes. Ja. En hij bijvoorbeeld op een goede dag gaat zeggen van... Oekraïne, ik sluit Oekraïne af. Laat Poetin maar winnen. Ga er maar rustig vanuit dat dan de Amerikaanse overheid keihard gaat ingrijpen. Ja. Ja. Dus, nou, het kan ook allebei waar zijn. Ja, het kan ook allebei waar zijn. Het kan waar zijn dat tot nu toe de trend centraliserend was. En dat er nu een ander soort, meer globaal, meer
ontaard. Hè, want dit is allemaal netwerktechnologie, ja, waar je het in feite over hebt. En die is veel minder dan bijvoorbeeld een industrie, hè, de industriële revolutie, gebonden aan een plaats en kapitaal. Maar ik denk dus de bits, hè, dan heb je het over de bits, maar de bits en moleculen, dat gaat ook decentraliseren. Dat is nu nog heel centraliserend, omdat het zo'n hoog drempel heeft voor om maar daarbij bedoel je de overgang van AI naar biotechnologie? Gewoon de kruising medicijn naar bijvoorbeeld biotechnologie, ja, of wat dan ook. Hè. Ja. Zo meteen met onze, hè, de 3D-printer, dat is natuurlijk, dat is nog heel erg in de kinderschoenen. Maar als je echt naar, zeg maar, het wordt ook gewoon, je gaat het zelf ook maken. Onze drang om dingen zelf te maken, nu nog heel erg door de mensen terug naar de Stone Age. We gaan ons eigen groententuintje. Ja. Maar dat gaat zo meteen ook absoluut in hoogtechnologisch gebied. Gaan we gewoon alles gewoon zelf weer doen. En dan ga je dus decentraliseren, ook wat die maakcultuur betreft. Ja, zeker. Ja. Heren, ik zie dat de tijd, dat we behoorlijk door de tijd heen lopen. Maar ik wil toch nog even, Siebe, ook omdat jij er bent. We hebben het hier aan tafel vaak over de Oekraïne. Deze week was er een interview in NRC, stond er te lezen met de commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, heet die. En daar werd best wel een pessimistisch beeld. Ja. Eigenlijk het beeld dat we de laatste tijd in de internationale media ook wel terugzien. Hè, werd daar ook weer geschetst dat Oekraïne en Rusland eigenlijk in een soort padstelling terecht zijn gekomen. Een defensieve fase van de oorlog. En hij wijst opnieuw op het belang om de wapenlevering in stand te houden. En een beetje contra het narratief dat hier aan tafel, Ad Verbrugge die heeft het hier vaak over. En we bespreken het vaak, hè, met z'n allen aan tafel. En zijn analyse is eigenlijk, we moeten richting diplomatie. We moeten naar een oplossing van de oorlog. Ja. En dat bereik je niet door de Minsk-akkoorden geen rekening te houden met die Minsk-akkoorden en vervolgens maar te blijven zeggen Rusland is de boosdoener. Ik leg hem toch even bij je neer, want ik weet dat jij hier een ander perspectief op hebt. En jij kent natuurlijk Oekraïne erg goed, want je hebt daar een tijd gewoond en zelfs gewerkt. Dus ik ben benieuwd of jij ons daar iets kunt meegeven. Dan moet je ervan uitgaan dat Rusland dus bereid is te onderhandelen. En laten we zeggen dan ook concessies te doen. Er waren toch onderhandelingen in mei, wat was het? Mei 2022 lag er volgens mij een akkoord, toch? Daar heeft Boris Johnson toen de streep doorheen gehaald. In Oekraïne? Ja, het is Oekraïne. Over Oekraïne? Ja, Oekraïne en we Rusland. We hebben twee Minsk-akkoorden gehad. Nee, maar later. Dus toen het verhaal geweest was. Er is niet onderhandeld en er is ook geen akkoord. Zeker weten. Poging toe. Die Duitse diplomatie. Er zijn diplomaten misschien bezig geweest. Schulenberg heeft er uitgebreid over bericht dat daar inderdaad een soort akkoord lag. En daar is toen Boris Johnson vanuit de NAVO naartoe gestuurd. Maar hoe moet een oorlog anders ooit stoppen als je niet eens gelooft in dat er concessies worden gedaan? Nou, de Tweede Wereldoorlog, hoe is die geëindigd? Ja, maar dan vergelijk je Rusland gewoon met de nazi's. Natuurlijk vergelijk ik Rusland nu met de nazi's. Ja, dat is dus... Ja, ja. En de Tweede Wereldoorlog is opgehouden. Maar ligt het even toe? De Tweede Wereldoorlog is gestopt omdat een van de oorlogvoerende partijen gewoon verslagen is. Ja. En dat gebeurde aan de kant van Duitsland. En nog wat as mogelijkheden. En dat gebeurde aan de andere kant met Japan. Japan werd ook gewoon verslagen. Toen hield het op. Ik ben er oprecht geïnteresseerd in de media en in de diplomatie. Hoor je dus inderdaad dit geluid van Rusland. Als we hem niet stoppen in Oekraïne, marcheert hij door Europa in. Dan moet je even teruggaan. En ik ben heel benieuwd waar dat vandaan komt. Moet je even teruggaan waar dat al begonnen is. Waarom is Rusland Georgië binnengevallen? Nou, herstel van het oude Rijk. En ze zijn dus begonnen met Abkhazie en met name dan in dit geval Zuid-Ossetië. En ze hebben daar gewoon een grote rel getrapt en vervolgens is het leger er binnen gevallen. En het heeft er maar weinig aan gemarkeerd. Of ze hadden dus heel Georgië weer veroverd. Waarom? Ze vielen daar plotseling vanuit het niets naar de Olympische Winterspelen in Sochi. Vielen ze daar de Krim binnen en de Donbass. Waarom? Toen was al de bedoeling om Oekraïne te veroveren en in ieder geval de zeekant, de Zwarte Zeekant. En Oekraïne dus gewoon te isoleren, een rest van de Oekraïne dan, van Oekraïne aan de landkant. Zien we zonder een discussie van te willen maken, wil ik wel even een soort van antwoord geven. Een reden die daarvoor vaak genoemd wordt, hè? Nogmaals, is omdat Europa en de NAVO zonder los te laten proberen om die Oekraïne ook door het bijvoorbeeld faciliteren van opstanden binnen het land, die Maidan-revolutie, om Rusland binnen de invloedssfeer van de NAVO te krijgen in plaats van dat het een neutrale bufferzone zou zijn. Dat is het argument. Waarom moet het een bufferzone zijn? Omdat de twee grootmachten die kennelijk niet op een diplomatische manier met elkaar door de deur kunnen, daar tegenover elkaar staan. Amerika en Europa hebben geen bufferzones.
En, Amerika heeft toch buffers in Amerika? Heeft twee zeeën aan beide kanten liggen. Ja, maar dat zijn toch geen bufferzones? Dat is gewoon open grenzen. Nou ja, er wordt wel gezegd dat die Europese vlakte, hè, dat Rusland is vooral kwetsbaar door... Nou, wie heeft Rusland willen aanvallen dan? Ja. Waarom moet Rusland een bufferzone hebben? Wie was van plan om Rusland binnen te vallen? Nou, dat ligt aan je definitie van oorlog, zo gezegd. Hè? Dus de Russen voelen zich natuurlijk aangevallen door het liberaal kapitalisme. De Russen hebben zich de hele geschiedenis door altijd omringd gevoeld door vijanden. En dat is vrij simpel, die maken ze namelijk. Rusland heeft niks anders gedaan dan oorlog voeren de hele geschiedenis door 1000 jaar lang. En volgens mij is het antwoord op de vraag dat Oekraïne was een soort bufferzone. En waarom moest de NAVO zo nodig, nadat die olie daar gevonden is, Oekraïne binnen zijn invloedssfeer brengen? De NAVO heeft Oekraïne helemaal niet in de invloedssfeer geholpen. Oekraïne heeft een associatieverdrag gesloten met de Europese Unie. Zoals er zoveel van dat soort associatieverdragen zijn gesloten. Ook op de Balkan en met anderen. En dat was ook met Oekraïne. En daar heeft Rusland zich toen mee bemoeid. En toen is de bevolking in opstand gekomen. Dat was de Tweede Maidan. Nou, dat is een beetje bloedig afgelopen. Maar toen was Janukovic was weg. En kon het... Jij zegt dat Europa zich niet bemoeid heeft om Oekraïne binnen de invloedssfeer van de Europese Unie te brengen. Ja, natuurlijk was dat op verzoek van Oekraïne is dat associatieverdrag gesloten. En natuurlijk komt dan Oekraïne in de invloedssfeer van Europa terecht. En omgekeerd ook. Ja, daarvoor sluit je een verdrag. Maar we hadden het over een aanval van Europa op Rusland. Dat is dan toch een soort, niet een aanval, maar dat is toch wel... Oekraïne is toch een onafhankelijk land? De Sovjet-Unie is ontbonden op verzoek bijna van Jeltsin. Hmm. Want die heeft toen de macht overgenomen van Gorbachev. Die heeft zelf Rusland uit de Sovjet-Unie gehaald. Oekraïne... was daar heel aarzelend over. En omdat het toch gebeurde, zijn al die afzonderlijke staten toen ontstaan. Ook de Baltische staten, allemaal uit de Sovjet-Unie zijn die weggelopen. Maar dat begon met Rusland notabene. Toen is daar onderhandeld. De onafhankelijkheid van Oekraïne is erkend. En Oekraïne heeft een enorme concessie gedaan. Het was toen de vierde of vijfde atoommacht. Ja. Die hebben gezegd van nou, al die atoomwapens mogen naar Rusland. Zo vol vertrouwen. Dus hebben daar een enorm potentieel uit handen gegeven om zich te kunnen verdedigen tegen de Russen. En toen zijn de Russen zijn zich weer met Oekraïne gaan bemoeien. Tot deze oorlog aan toe. Maar waarom moet Rusland een buffer hebben? Het was ooit een buffergebied tussen het Tsarendom en de Ottomanen. Maar waarom moet Oekraïne een buffer zijn? Mag Oekraïne niet zelf besluiten met wie ze graag normaal willen omgaan? En ik heb dat land meegemaakt vanaf zo ongeveer 1991. Mm-hmm. Laten we zeggen, allergische reacties richting de Russen, die waren er helemaal nooit. Er was helemaal geen idee dat Russen dat een vijandig volk zou zijn. Want ze hadden zo lang bij elkaar gezeten. Totdat gezodemieter van Poetin begon. Ja, dan is het nogal logisch dat ze dan op een gegeven moment denken, ja, mogen we ook nog even onze eigen gang gaan? En als zij willen kiezen om aan te sluiten bij Europa, en dat hebben ze zelf tot uitdrukking gebracht dat ze dat willen. Nou, dat is toch prima? Ja, waarom moet hun het recht worden ontzegd? Waarom mag Polen wel besluiten om bij Europa te horen? Of Bulgarije? Of de Baltische Staten? En waarom opeens Oekraïne niet meer? Ja, dus de gedachte is dat Rusland compleet ongeprovoceerd niet alleen Georgië en Oekraïne aanvalt, maar ook dan de rest van Oost-Europa weer. Moldavië zitten ze toch ook al? Transnistrië, wat doen ze daar? Waarom zitten ze daar met militairen? Dat is toch dezelfde provocatie en ook daarvan... Poetin heeft toch zelf uitgesproken dat de grootste ramp die Rusland ooit heeft meegemaakt, dat de ontbinding van de Sovjet-Unie is geweest. Hmm. Dus dat grote Tsarenrijk en dan nog een beetje groter. Nou, dat is hij nu aan het herstellen. En je ontwikkelt daar een oorlogseconomie voor, dus zet je maar schrap. Dus jij deelt eigenlijk de mening van Eichelsheim daarover, deel je wel. We moeten ze in Oekraïne stoppen, anders zijn ze niet meer te stoppen. Of, ja. Je moet, ik zal er verder gaan, je moet de Russen zelfs verslaan. En onderhandelen heeft geen enkele zin. Dan moet je van twee kanten dat ook willen. Maar als Rusland nu al begint van die provincies daar, de Krim, en die drie of vier grensprovincies, die zijn van mij, die hebben we al lang ingelijfd. Wat betekent Rusland verslaan? Dat land is nog nooit verslagen. Dat is zo, die trekken zich altijd terug. Hè? Dat,
Nee, Rusland verslaan ze dat ze ophouden met oorlog voeren op een anders territorium. Dus terugtrekken uit Georgië, terugtrekken uit Moldavië en terugtrekken uit Oekraïne. Wat doen ze daarop in die onafhankelijke staten? En is dat een realistisch scenario wat jou betreft? Ja, realistisch. Als we dat niet doen, dan wordt dus agressie beloond. Maar ik wil niet... Ga door. Ik vind het een goede vraag. Ik heb er ook wel wat over te zeggen, maar ga je maar door. Maar het is een atoommacht, hè, Rusland? Nou en? Nou ja, ja, dan kan je... Dus moeten we in de schulp kruipen omdat ze atoombommen hebben? Nou, ik zou zeggen, we moeten in overleg treden. We moeten diplomatie... Ja, waarover dan? Waarover? Ja. Nou ja, over het beëindigen van geweld. Ja, nou, vertel het ze maar. Zij zijn begonnen met geweld. Maar jij gelooft dus absoluut niet dat er een diplomatieke oplossing mogelijk is voor... Want dat vind ik een heel... Als Rusland dus, laten we zeggen, zoals in boerentermen zeggen, de melk optrekt, dan kun je zeggen, oké, nou gaan we praten. Ja. En dat is wat jou betreft dus het meest positieve scenario, is dat de Europese Unie massaal de oorlogsindustrie vergroot, wij intensiveert moeten, en vervolgens het Russische leger verslaat. Door middel van Oekraïense jongetjes en meisjes. We mogen geen NATO-leden meevechten. Maar mag Oekraïne zichzelf verdedigen of mag dat ook al niet meer? Ik zou je wel vertellen, als wij het land opgeven, ze gaan zich echt doodvechten. Ja, maar dat doen ze al, met onze wapens. Dus ze zijn helemaal niet zichzelf. Ook met hun eigen wapens. Ach, houd toch op, die zijn al lang op. Dit is het verhaal. Ze vechten met onze wapens. Ach, houd toch op, is niet heel respectvol. Maar nee, maar het gaat... Sibe weet dat ik hem respecteer. Dus dat is... Je mag soms even... Maar mogen zij zichzelf niet alleen met... Ja, maar mogen zij zichzelf verdedigen? Wat is dat voor theoretische met vraag? Met hun eigen wapens. Ze kunnen zichzelf helemaal niet verdedigen. Ze zullen waarschijnlijk, als wij hun loslaten, zullen ze de veldslag verliezen. Ze hebben al verloren. Dat hele praten van jullie ook over padstellingen. Het is al verloren. Ja, waarom? Het is al verloren. Ze bestaan toch? Ja, ze bestaan. Ja, nou ja, we zullen zien of ze nog over een jaar bestaan. Als je er 50 miljoen aan wapens inpompt, en dan kunnen ze de huidige positie misschien wel nog een tijdje volhouden. Maar er zijn heel veel, berichten ook dat er in Amerika en Europa helemaal niet genoeg wapens zijn om ze te steunen. Wacht nu eventjes. En zometeen dan gaan ze dus in Narva, in het noordoosten van Estland, gaan de Russen in dezelfde rotzooi trappen als ze ook in Zuid-Ossetië gedaan hebben. En dan krijg je er eerst milities die in opstand komen van de Russen in Narva. En dan vervolgens, ja, dan moet je ze toch wel een beetje helpen, zoals ook in Zuid-Ossetië is gebeurd. En dan ontwikkelt zich langzaam maar zeker dus ook een oorlog in Estland. Nou, en dan, dat is 3 dagen werk. Ik denk dat de Russen dat nog wel ongeveer aankunnen. En dan zijn de Baltische staten aan de beurt. En ze hebben Wit-Rusland, Belarus hebben ze ook al ongeveer ingelijfd. Die hebben ook al helemaal... Nou, zo breidt dat imperium zich weer uit. Nou, ik schrik... Wat dacht je wat er in Kazachstan laatst vorig jaar gebeurd is? Mm. Dat is maar net goed afgelopen. Omdat die president daar zo geniaal is. Want die heeft gewoon Poetin uitgenodigd van opstand hier. Nou, dat waren ook opstandelingen. De oude knechtjes van Poetin en daar in Kazachstan. Alleen hij heeft Poetin uitgenodigd van help mij. En ze vooral naar het zuiden van Kazachstan gestuurd waar ze niks te doen hadden. En toen is de opstand onderdrukt. En Kazachstan bestaat nog steeds zelfstandig. Dat wordt de volgende. Want daar wonen ook 15% Russen. Ik vind Poetin heeft openlijk uitgesproken dat hij niet alleen president is van Rusland, maar van alle Russen. Nee, ik vind het waanzinnig interessant dat we nu deze discussie ook een keer aan tafel hebben. Of we dit gesprek een keer aan tafel hebben. Waar het wat mij betreft, waar ik echt kortsluiting krijg van jouw argumentatie. Afgezien van dat ik op punten heel goed volg. Hè, en ook de waar ik echt kortsluiting van krijg, is dat jij eigenlijk over Poetin praat zonder met Poetin te praten. Dat is waar ik hoeveel met Poetin altijd gepraat. En ik vind het ook interessant dat jij inderdaad die onderhandelingen van maart, wat was het nou? Zeg ik nou goed, 2022? Hij trekt zichzelf terug. Ja, maar dat is dus niet waar. Tenminste, dat is niet hoe het volgens die Duitse diplomaat gegaan is. Hè? Nou, dat is eentje, hè? Ja, oké. Okay. Maar volgens mij zijn er wel meerdere. En wij hebben in Europa het leger gewoon afgeschaft, Nederland voorop. Dat is echt stomzinnig beleid geweest. Ja. Ik heb het allemaal van dichtbij mogen meemaken. Maar staat hij wel los van, hè?
wij kunnen onszelf bijna niet meer verdedigen. Nee. Dus dat moet ook nog een keer terugkomen. Ja, dus we zijn... Ja, wij kunnen die oorlogseconomie van Rusland bijna niet aan. En dat moet terugkomen. Dus dat is nog geen padstelling. Dat moet terugkomen als je gelooft dat oorlog sterker is dan dialoog en diplomatie. Ja, dan moet het terugkomen. Dialoog betekent dat je samen ergens over wil praten. Dat je daar een agenda over opstelt. Mm-hmm. En dan eens kijken waar je uitkomt. Maar zullen we daar eens mee beginnen? Wat jou betreft niet omdat Rusland Oekraïne binnengevallen. Dat is waar. Rusland is Oekraïne binnengevallen. Ja. Ja, dat begon met de Krim en de Donbass en daarna volgde de rest. En ze hadden nooit gedacht dat Oekraïne zo hardnekkig tegenstand zou bieden. En ten tweede, de Russen vechten onvoorstelbaar dom. En de Oekraïners, dat is een heel ander type volk, vechten heel geniaal. En dus is die overval, waarvan iedereen dacht dat het duurt 3 dagen, die is helemaal mislukt. Het heeft Rusland nu al waarschijnlijk 200.000 doden en ook nog een keer zoveel zwaar gewonden gekost. Een stukje meer. Ja. Het is echt een rampzalige ontwikkeling voor Rusland zelf. Maar ons verschil van mening zit er me dus in dat jij zegt dialoog is niet mogelijk en ik denk dat is wel mogelijk. Jij zegt de rol van de NATO in Europa in het provoceren van die oorlog, die maak jij klein en ik maak hem groot. En jij zegt het is mogelijk om van Rusland te winnen. Dat zijn volgens mij de 3 grote punten van... Het is mogelijk om Rusland zo te verslaan in Oekraïne, dus dat ze inbinden en dat ze wel aan tafel komen. Maar ik vind dat je niet moet onderschatten wat jij net... die 3 punten samenvatting vind ik heel strak van je. En wat ik er nog aan wil toevoegen, je eigen punt ook in herinnering brengend. Kijk, je bent dus met een imperium ga je nu de strijd aan, omdat zij... Met een land. Ja, maar kijk, Sibet, dat is dus het hele probleem. Jij denkt westers over Rusland, maar zij denken dus vanuit een andere beschavingsorde als een imperium. En vind je dat een beschavingsorde? Een andere, zei ik toch? En het probleem is dat... Nee, een ander, maar vind je dat een beschavingsorde? Nou ja, maar het gaat in geopolitiek gaat het niet alleen maar om een schema bedenken waarbij anderen voldoen aan jouw criteria, maar ook een denkschema. Laat me nou heel even, je hebt heel veel gezegd, dus ik mag dan ook heel even wat zeggen. Het gaat erom dat je een denkschema ontwikkelt waar je recht doet aan verschillen. Je moet ook proberen te begrijpen wat mensen motiveert. Ja. Nou, en wij zijn dus bereid om een grote oorlog te financieren en te steunen, waarbij honderdduizenden soldaten vermoord worden, omdat wij het principe van volkssoevereiniteit zo belangrijk vinden en die territoriale eigendomstructuur, die willen wij per se zo houden. En daar willen we alles voor opofferen. Nou, dat nog tegen de achtergrond van dat een van de strijdende machten een kernmacht is. Dus we zijn bereid om nu de claim op het territorium van Oekraïne zelf te verdedigen, terwijl we eigenlijk met vuur spelen. Dus er gaan nu al heel veel mensen dood, maar wat als er een kernoorlog komt? Dan is het risico voor Europa nog veel groter. Dus je bent echt met een draak aan het vechten. Zonder dat kernarsenaal is het al moeilijk om Rusland te verslaan. Zou het al kunnen? Ja? En dan hebben ze ook nog dat kernessen. Het is gewoon een hele gevaarlijke exercitie waar we mee bezig zijn. Jij houdt onvoldoende rekening met ons belang om te zorgen dat dit de-escaleert. Punt is helder volgens mij. En je verabsoluteert eigenlijk die volkssoevereiniteit van Oekraïne. Terwijl waarom zou dat voor Europa en Amerika zo ontzettend belangrijk zijn dat we een oorlog riskeren met Rusland? Dus of in Oekraïne op. Weet je wat er dan gaat gebeuren als de Oekraïners verliezen? Heeft hij toch al gezegd dat is die imperial overstretch? Heeft hij al gezegd? We geven het op. De Oekraïners geven het ook op. Oekraïne wordt veroverd. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Massale moordpartijen. Hetzelfde als er gebeurd is in het Zuid-Oosten. Er zijn nu massale moordpartijen. Waar heb je het over? 500.000 doden al gevallen. Maar dat argument snap ik niet helemaal. Jij zegt die Oekraïners worden veroverd. Dit is 1 grote vleesmolen. Dit zijn oorlogsdoden. Wat erna gaat gebeuren, dat zijn moordpartijen dus. Ja. Door de Russische regering in Oekraïne. Maar Rusland dus zegt dat het een broedervolk is. Als het dat zo zou zijn. Een broedervolk? Ja, dat zeggen ze toch altijd. Oekraïne moet vernietigd worden. Ach, maar dan zouden ze dat toch al lang doen, zien we? Dat hebben ze in de Donbass toch ook gedaan. Wat daar gebeurd is, dat is toch ten hemel schrijven. Ze zouden toch al lang de boel kunnen overrompelen nu. Waarom doen ze dat dan niet? Als ze alleen maar uit zijn op vernietiging. Nou, volgens Sibbe zegt toch net dat ze dat in de Donbass dus al gedaan hebben. Je volgt zelf ook het nieuws. Wat er in de Donbass gebeurd is, dat was toch gewoon vernietiging van de bevolking daar? Kijk naar Gaza, dat wordt vernietigd. Dat is vernietiging. Nee, maar wacht nou even. Alle gebouwen laten ontploffen. Als Rusland Oekraïne... Ik zal je even een scenario geven wat er gaat gebeuren. Als Rusland Oekraïne gaat veroveren, dan volgen er massale moordpartijen. Dat is wat anders dan een oorlogsdoden. Er volgen massale moordpartijen. Als de Oekraïners niet hals over kop er vandoor gaan,
Dus we krijgen hier met 10, 20 miljoen Oekraïners dan te maken die wegvluchten uit dat land. Maar die zijn al gevlucht. Nee. Waar baseer je dit dan precies op? Die zijn nog niet alle. De helft van het volk is al gevlucht, ten eerste. En wat helemaal niet. Er zijn er een paar miljoen gevlucht. En wat als je nu een soort. Ik ben wel van blijf van Rogier. Als je met diplomatie nog kunt voorkomen dat heel Oekraïne wordt opgeofferd. Nou, okay, dat er een soort deal komt. He, dat er nog bepaalde staten Oekraïens zijn en bepaalde Russisch, dan kun je toch nog. Dus wordt de overval met beloofd. Met internationaal toezicht proberen te regelen dat er weer iets van een wederopbouw kan komen. Waarom zou dat niet de beste optie zijn? Omdat dit een mooi verhaal is, maar er komt dus helemaal niks van terecht. Ja, maar jouw mooi verhaal zet alleen maar aan tot verdere oorlog. En jongens, probeer elkaar even te begrijpen. Maar Rusland wil helemaal niet, geen overleg. Ken je Dugin? Ja, tuurlijk. Nou, die heeft toch gewoon gezegd dat grote imperium moet worden hersteld, inclusief Polen. Inclusief Finland. Vraag de Finnen maar eens. Dat vind ik wel anekdotisch bewijs. Ik zeg alleen maar, ken je Dugin? Dat is de huisfilosoof daar van het Kremlin. Ja, dat denken bepaalde Nederlanders. Nou, maar als dat zo zou zijn, dan zou die echt al lang Dugin ook. Je wil hem ook op X volgen. Moet je maar kijken op X. Hij heeft alleen maar apocalyptische religieuze visioenen die hij deelt. Ja, dat hebben ze dat hebben er heel veel daarin. Ja, nou, als het echt zo zou zijn, dan zou het inderdaad verschrikkelijk zijn. Maar dat zijn ze nog redevatbaar. Ik rond de discussie af. Dit is dus jaren 30 gepraat. We hebben dus ook over Duitsland gepraat. Hitler? Nee, er valt. Dat laat ik me niet op de mouw spelen. Dat is typisch een boemer. Die kan alleen maar zeggen. Reductio ad Hitler hem. Zo van, dat is het allerergste wat er kan gebeuren. Dat er een Hitler op. Dit zijn allemaal kleurschakeringen daartussenin. Het is absoluut niet goed te praten. Maar jouw manier van argumenteren brengt ons juist in een verdere oorlog. Nou, jij zegt we moeten gaan praten. Maar als er een van de partijen helemaal niet wil gaan praten. En de andere alleen maar mag gaan praten als de helft van het land wordt opgeofferd. Dat is nogal logisch. Jij houdt vast aan op zich grenzen die historisch gezien arbitrair zijn. Je bent bereid daar heel veel. Die zijn historisch. Die zijn historisch helemaal niet arbitrair. En die zijn bovendien bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zijn die grenzen erkend. Nou, daar komen alle samenstellende leden van. Even voor de duidelijkheid, ik ben niet Russisch gezind of zo. Ik probeer ja, dat denk jij, maar dat is dus. Ik probeer te verklaren waarom we in deze situatie zitten. Waarom denk jij dat Jelle Russisch gezind is als hij dit zegt? Omdat hij zoveel begrip heeft voor de positie van Poetin. Dat ik zeg van joh, pas een beetje op, want het is een gevaarlijke gek. Die vent is helemaal maloot. Die denkt net als Hitler. Maar waarom? Dan moet je. Ik denk dat er wel overeenkomsten zijn, daar ben ik wel met je eens. Maar nou, veel. Ik denk dat jij. Ben je niet bang dat je overschat wat wij kunnen doen tegen ze? Denk je niet dat er ook een soort geopolitieke wetmatigheid is dat er verschillende manieren van organiseren van staten zijn en dat natuurlijk. Die naast elkaar bestaan. En als je die gaat vechten, dat je dan in een nog veel groter inferno komt. Je moet erkennen dat landen verschillend zijn en dat je hun dat recht geeft. En de rest dat daar gaat. Ja, maar dat vind ik heel westers gedacht. Ze hebben atoombommen, Siebe. Jouw manier van denken is zo aanvallend. Wat als we in een atoomoorlog komen? Hoe kijk je dan terug op deze argumentatie? Dat zij dus met atoombommen gaan gooien. Ja, omdat wij niet slim genoeg zijn in diplomatie met ze omgaan. Omdat wij niet op de knieën gaan vallen. Nou, op de knieën vallen vind ik een heel ander. Nou, zo ongeveer. Dus wij offeren Oekraïne op, want anders dan krijgen we atoombommen. Hierbij vergeet je ook bij deze argumentatie en ook die argumentatie over Hitler. Vergeet je een deel wat we net volgens mij helder hadden in het gesprek. Namelijk de aanloop van het verhaal. Dus de manier waarop Poetins vertrouwen in het Westen ook geschaad is. Doordat die Minsk-akkoorden. Toen had hij Oekraïne al binnengevallen. Hè? Die Minsk-akkoorden zijn er gekomen toen hij de Krim veroverde en de Donbass. Bij die eerdere Minsk-akkoorden was het toch al zo dat de NAVO niet zou opschuiven naar het oosten? Er waren geen Minsk-akkoorden. En er is nooit gezegd dat de NATO niet zou opschuiven. Maar ik snap ook niet waarom je nou teruggaat naar die aanvang. Dat is helemaal niet nodig. Je kan ook zeggen van we zitten nu in een situatie. We kunnen helemaal niet. We kunnen Rusland helemaal niet onder de duim houden. Waarom? Dus moeten we ons een beetje overgeven aan Rusland. Nou, we moeten proberen eruit te komen, ja. We moeten, ja, door flink veel op te offeren. Als hij een claim legt op. Wat in deze oorlog geeft jou het idee dat er een alternatief is? Ik snap je optimisme niet. Vraag Finlanders even hoe die erover denken. Die hebben dus een paar. Ja, mensen hebben allemaal enorme oorlogen met de Russen gehad. Waarom is Finland vanuit de neutraliteit gestapt en in de NATO getreden? Waarom? Nou ja, dat die donders goed weten wat hun te wachten staat. Als ze Finland binnenvallen, dan zullen we wel moeten. Want dat is wat dan? Van de NATO. Wat moeten we dan? Nou ja, dat is de NAVO. Een NATO-land. Ja. En dan lopen we dus het risico van de atoombommen. Ja, zie je, dat is mijn punt, dat we dat nu al lopen door een te offensieve reactie. Dus er verandert wat dat betreft helemaal niks. We lopen het risico nu en dan ook.
Ja, maar, en de Finnen weten donder zeker dat zij aan de beurt zijn, want dat is gewoon al geproclameerd daar in het Kremlin. Volgens mij hebben we net. Je neemt het allemaal. Volgens mij hebben we de argumenten eigenlijk aan beide kanten vrij helder op tafel. Volgens mij heb ik ook al die opsomming gegeven van de punten waarop we het niet eens zijn. Nee, dat is prima. En waar dus eigenlijk de crux ligt, dat gaan we volgens mij hier aan tafel vandaag niet helemaal oplossen. Maar ik vind het wel heel fijn dat je het ingebracht hebt, Siebe. Dit heeft iets langer geduurd dan ik gepland had. We wilden eigenlijk ook nog even over Claudine Gay, die president van de Harvard Universiteit, hebben. Ook omdat jij daar gestudeerd hebt, Anne. Ja, ja. En we wilden het nog even over Epstein hebben. Ja, zullen we allebei even kort doen? De lijst. Ja, Epstein. Zullen we daar nog heel even kort mee afronden? Ja, wat is er met die Epstein? Er zijn allerlei documenten vrijgegeven die in de loop van de processen rond Ghislaine Maxwell. Dus Epstein is die rijke miljardair, die Amerikaan, die een eiland had waar allerlei kindermisbruik plaatsvond. Ghislaine Maxwell is voor sex trafficking inmiddels veroordeeld. En in de proces, volgens mij, als ik het goed begrepen heb, zijn de stukken uit die rechtsgang zijn deels geopenbaard. En daar komt dan een hele lijst van beroemde Prins Andrew. Wetenschappers. Prins Andrew, dat was wel een opvallende, ja. Stephen Hawking bleek ook bezocht. Dat wil niet zeggen dat die mensen zich per se aan minderjarigen vergrepen hebben. Maar het wil wel zeggen dat zij zich in de kringen van die rare figuur van Epstein hebben begeven. En de meest opvallende naam is toch wel Bill Clinton op die lijst, zou je moeten zeggen. Die ontkent, hè? Ja, die ontkent, ja. Dat hij er geweest is, ja. Ja. Nou, niet dat hij zegt wel dat er geweest te zijn, geloof ik. Ja, en die vluchten te hebben gemaakt, maar niet dat hij niks wist van de seksschandalen. I did not have... Ja, je wilt dat ik dat weer doe. I did not have sexual intercourse with that woman. Yeah, but I did have sexual relations with that child. Ja, zo'n soort argumentatie zal het ook komen. Ja, maar het blijft een vrouw. Maar grapje. Er is toch uit die lijst eigenlijk niks nieuws gekomen, toch? Nee. Dit was eigenlijk. Die naam van Hawking was volgens mij wel een verrassing voor veel mensen. En dat Prins Andrew kan zich nu minder goed verweren, omdat Elizabeth hem niet meer hand boven het hoofd kan houden. Dat verhaal van Gay vond ik ook wel interessant. Hoe heb jij dat. Nog heel even de reflectie hierop. Dus hoe hebben jullie dat nieuws. Ik deel jou. Maar het is wel interessant dat er nu dus een rechter in Amerika geweest is die gezegd heeft, nou, we gaan dat gewoon vrijgeven. En er is natuurlijk de hele wereld heel veel. Dat vind ik een interessanter onderwerp. Hoeveel mag je vrijgeven? Ja. Ook als het besloten processen zijn geweest, omdat het over minderjarige mensen ging. Ja, die namen zijn wel. Hebben ze ook mee gewacht dat die mensen appeal konden. Dit is zo'n schrikkend hoe rechters moeten omgaan, dus zeg maar met allerlei vertrouwelijke informatie. Hier heeft een andere rechter alweer gezegd van gedeeld moet openbaar worden. Nou, dit is een president, dus de rest wordt misschien ook openbaar. Met hoeveel vertrouwen kun je dan nog een rechtsgang ingaan als je weet dat er bijzondere omstandigheden zijn, zoals minderjarigheid. Als je dan weet dus dat het op goede dag toch op straat kan komen te liggen. Dat vind ik interessanter dan wat er aan namen opeens allemaal naar buiten komt. Want dat is meer sensatie. Mm-hmm. Nou ja, het is wel kijk, sensatie is sensatie. Het blijkt dus een netwerk, een elite netwerk te zijn van rijke mensen en celebrities en politici dat afspraken maakt in hotelletjes en mooie chique oorden en daar met elkaar een beetje feest. Ja, er zijn duizenden van die clubjes weer. Ja, maar dat is dus dat is toch wel een hele bedenkelijke corrupte trek van de moderne netwerksamenleving dat zo bestaat en dat ze zich dan vergrijpen aan jonge meiden. Ja. Oh ja, dat is in dit geval. Dat is in dit geval. Smerig als wat. Ik ben eerder bang dat ze het niet openbaar maken, omdat ze in 24 natuurlijk bang zijn voor de overwinning van Trump. Dus ze willen dat hele democratennetwerkje uit de wind houden. Dat begrijp ik allemaal. Maar en het valt wel op aan die lijst dat het ook dwars door die partijen heen gaat. Hè? Dus dat zou de democraten in grote verlegenheid kunnen brengen. Juist ook zo'n Clinton. Wat bij Epstein ook nog weer belangrijk was. Hij was niet alleen zeg maar de pooier voor de rijken. Maar hij had zijn clubs ook zo dat alles werd gedocumenteerd. Dus ook chantabel gemaakt. Ja. En dat maakt het helemaal dat je dus ziet dat kennelijk ons bestuurlijke macht. Hè, of onze bestuurders. In ieder geval belangrijke machtige posities. Dat die kennelijk op allerlei manieren chantabel
zijn. En niet voor ons duidelijk. En een ander, wat ik interessant vind, fenomeen, is dat die mensen zich kennelijk in die positie laten brengen. Laten brengen. En dat geeft eigenlijk aan, en dat is dan weer vanuit mijn verslavingsartsen perspectief, hoe je toch ook door je, en dat eigenlijk door je middenbrein, hè, door je driften alsnog, zo in de luren laat leggen. Maar is het niet ook dat die mensen gewoon echt weten dat ze heel grotendeels zo rijk en zo invloedrijk zijn dat ze gewoon wetteloos, hè, dat ze gewoon kunnen doen waar ze zin in hebben? Dus als die Ghislaine Maxwell daar met een 15-jarig meisje in bikini dat jou even komt masseren, hè, wat, als ik het me goed herinner bij bijvoorbeeld Bill Clinton al gebeurd is, hè, dat je gemasseerd wordt dan, ik weet niet hoor, maar een normaal mens denkt dan toch, wacht even, ten eerste, dat wil ik helemaal niet. En ten tweede, dat je dat dan wel doet en dan ook nog gelooft dat je ermee wegkomt. Dan moet je toch wel. Dat trouwens niet zo'n heel extreem voorbeeld, maar ja. Zou jij je door een 15-jarig meisje in bikini laten masseren? Nee, maar ik bedoel, het is iets anders dan seks. Maar ik zou dat niet doen, maar het is iets anders dan seks. Ja, nou dat heeft kennelijk ook plaatsgevonden. Maar je hint eigenlijk naar het feit of het bekende fenomeen dat juist in die toplaag en ook om in die top te geraken dat je enigszins een gebrek aan moreel kompas en empathie moet hebben. Daar hadden we het laatst ook over mogelijk de psychopathologie van onze leiders. Daar zit psychopaten hebben weinig empathie. Geen empathie. Ja. Die zien de ander als object. Hè? Ja. Dat zie je heel duidelijk. Maar goed, zo'n Epstein, dat is duidelijk, toch? Dat was duidelijk van. Die is zelfs veroordeeld in zekere zin. Die is zelf opgehangen in de gevangenis. Ja. Die weet kennelijk ook de psychopathologie te herkennen bij de andere machtigen en dat naar zich toe te trekken. Wat ik interessant vind, wat hij nu zegt, is dat het zou kunnen dat onze bestuurs- en marktsystemen zo werken dat de psychopaat. Dus mensen met naar boven drijven. Er eigenlijk disproportioneel veel van dat soort. Dat ligt ook aan de psychopaten zelf, hoor. Nee, zeker. Die hebben een enorme aandrift om te beheersen. Om te beheersen. Ja, kennelijk pikken wij ze er dus ook macht uitoefenen. Ja, en je pikt ze er moeilijk uit. Je zou kunnen zeggen dat wij ons systeem zo werkt dat juist dat het ecosysteem zo is dat die mensen een voordeel hebben. Maar is dat niet van alle tijden overal zo geweest? Absoluut. In elk systeem? Wel in elk machtssysteem. Psychopaten willen gewoon beheersen, willen macht. Ja. En dat lukt ze. Ja. In ieder geval de succesvolle. De anderen die belanden in de bak. Hè? Ja. En die hangen zich dan op, zoals Epstein. Ja, of worden vermoord door de CIA. Je weet het nog niet, hè? Wie hangt hem op? Maar Heren, we moeten dringend gaan afronden. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken. Het was deels een vurige discussie, maar dat is volgens mij heel gezond. Eindigde wat vurig, maar voor de rest. maar dat mag toch? Hè? Ja, zeker. Zien we nu. Ik wil nog even doorpraten met Sibe. Daarna kunnen jullie een biertje pakken. Ja, ik moet nu kiezen tussen zo'n game of gaan vechten in een Oekraïne. Oei. Anne en Siba, allebei ook hartelijk extra dank. Mooi. Jelle, ik zie jou snel weer. Hartelijk bedankt voor het kijken. Abonneer. U kunt nog altijd lid worden van ons Petje Af model als u dat zou willen. We zitten inmiddels boven de 1800. Dus het is inmiddels echt een beetje een gemeenschap aan het worden. Dus daar zijn we nogmaals heel dankbaar voor. Ook voor die 100.000 abonnees. En we wensen u voor nu een hele fijne zondag.